Goedemiddag, van harte welkom vanuit Doer voor de 52e editie van Le Samin. Met beelden van bij de start, we zien Belgisch kampioen Dries De Bont zich naar het podium in Carignan begeven. Hier dan de Nederlandse kampioen, de uitblinker van afgelopen zondag in Kuurne-Brussel. Kuurne, omringd door zijn ploegmakers. Alpecin Phoenix, een van de powerhouses aan de start van deze wedstrijd. 53 jaar bestaat deze koers, de 52e editie. De mannen van Bingo Wallonie-Bruxelles, ploeg die zich ook toonde in het openingsweekend. Lotto Soudal aan de start, onder aanvoering van John Degenkolb. Gerben Thijssen is er ook bij. John Degenkolb, de kopman bij Lotto Soudal. En ook man van de strik, Sébastien Grignard, rijdt hier bij Lotto Soudal vandaag zijn eerste koers van het seizoen. Grignard wordt op deze manier dan aan de tand gevoeld door onze collega's van RTBF. De Koning Quickstep wordt gepresenteerd op het podium met de tweede wedstrijd van dit seizoen voor Mark Cavendish. Maar Cavendish is niet de vooruitgeschoven man bij de troepen van Patrick Lefevre. Nee, dan denken we in eerste instantie aan Sénéchal, winnaar van 2 jaar geleden. Florian Sénéchal, de Fransman. Dan naar de start. Dit is de wedstrijdleider, de koersdirecteur Jean-Luc van den Broeke, mag de vlag hanteren en dan zijn ze vertrokken om 12:30 in Carignan voor een koers over 2 kilometer. Kevin.
andere reden. En dus zijn dat de namen die overblijven. Roskopf, Van Schip en Lijnsen. En daar wordt ook Willems in de kopgroep gemeld. We zullen zien of dat bevestigd wordt als we wat dichter gaan kijken. Dus de ketelen, met zekerheid, tenzij er een switch is van de rugnummers. Want Kenny de Ketelen staat op mijn startlijst met startnummer 83. Dus wij houden het op Kenny. Als we straks een beeld van dichtbij te zien zullen krijgen, dan zullen we met zekerheid weten. Want we hebben hem al gezien in de omloop, waar hij als last-minute invaller de hele dag in de vuurlinie reed. En de ketelen herken je uit duizenden. De man die mogelijk, die meer dan wellicht het mooie weer moet gaan maken op de komende Olympische Spelen op de ploegkoers bij de mannen samen met Robbe Gijs. Ja, de vrouwen hebben daarnet dan toch gescoord met Lotte Kopecky, die op schitterende wijze haar wegcampagne verder zet. Dus is duidelijk een, ze heeft duidelijk een stap gezet, waardoor het er goed uitziet voor het duo Kopecky-Doren op de eerste, allereerste Olympische vrouwenploegkoers die er zit aan te komen. 85 kilometer wordt daar gemeld. Dan zou dat betekenen dat we al redelijk opgeschoten zijn in die lokale ronde. Dat kan. Dan zitten we al eigenlijk vrij dicht bij de eerste passage aan de streep. En dat zal ook wel kloppen. Dan is het nog 5 kilometer tot ze hier aan de finish langskomen. Dan hebben ze eigenlijk al
op één kasseistrook na nu alle stroken gezien van de lokale ronde. En dat klopt ook, want dit is de Chaussée Bellevue, 500 meter. Die komen ze af op iets meer dan 3 kilometer van de streep. U begrijpt wat er gebeurt. De motoren die hebben de vrouwenkoers gecoverd en die moeten nu natuurlijk een rondje rijden of ergens wachten om dan in te pikken bij de mannenrace. Vandaar dat we nog even wachten op motorbeelden, maar dat komt allemaal in orde uiteraard. De vier leiders, wat is er gebeurd met deze jongens? Wel, in het begin heeft het eigenlijk heel lang geduurd voor we een vroege ontsnapping kregen. We zijn met 170 deelnemers gestart. Maar ik ga dat wedstrijdverhaal zo meteen helemaal uit de doeken doen. We gaan eerst de co-commentator van de dag introduceren. Hij heeft de zon meegebracht. Nochtans is dat niet meteen zijn habitat als we naar zijn verleden terugkijken. Sven Nys, heb je ook de cyclocross in deze omstandigheden gedaan? Zeker weten. 17 graden hebben we in het najaar ook wel eens gehad. Je vergeet er nog eentje. De zomercross van Zolder. Ja, die was boven de 30 graden. Dat zal ik nooit meer vergeten. Maar 17 graden is echt wel aangenaam koersweer. Ook weer waar ik zelf wel graag in koerste. Dat is absoluut geen probleem om je warmte kwijt te raken. Dit is waar iedere renner naar snakt om in deze omstandigheden te kunnen koersen. Traditioneel is dit een koers met rot weer. Met slecht weer, met koud en kil voorjaarsweer. Dat was de voorbije jaren meestal het geval. En nu komt iedereen hier en is het volop lente. Je krijgt er zelfs een zomersgevoel van. Dit is een andere wedstrijd nu. Het is ook een streek waar we, zeker ik dan toch, niet zo heel vaak kom. En als het dan mooi weer is, dan begin je toch te ontdekken dat dat eigenlijk een mooie streek is om te komen fietsen. Glooiende wegen, nooit echt stevige beklimmingen, maar veel ruimte om te fietsen. Die kasseistroken maken het inderdaad ook wel pittig. En hier zien we er zo eentje. Ja, we zitten met 2,5 kilometer kassei, alles bijeen. Zelfs wat meer. Meer dan 3 kilometer in die slotronde van 26 kilometer. 3 kilometer kassei, hoe zou je ze omschrijven? Nou, de langste kasseistrook is ook de makkelijkste, vind ik zelf. Dat is de eerste na de finish. Die gaan we straks, nadat ze de eerste keer aan de finish zijn gepasseerd, gaan we die goed verkennen en gaan we die bekijken. Die is ook relatief vlak. Maar die andere kasseistroken die zijn behoorlijk wat korter, maar die zijn echt stevig. Er zijn er een paar bij die echt, waar de kasseitjes bijna op zijn kant liggen. De scherpe hoeken ook duidelijk zichtbaar zijn. Gevaar voor lekke banden. Bochtenwerk, glooiende wegen. Dus ook in dalende lijn af en toe wel wat kasseien. Dus maakt het toch wel pittig. De voorsprong van onze vier leiders is iets minder dan een minuut. 52 seconden wordt er gemeld volgens de koersradio. En dan is alles eigenlijk nog te herdoen in deze Samin. Ze hebben een maximale voorsprong gekend van 2,5 minuut. Het vroegere vijftal, waar dus ook Gianni Marchand van Tartaletto Isurex in eerste instantie bij zat. Die vroege ontsnapping die vormde zich pas na 65 kilometer. In het begin waren er nog wel wat kleinere ontsnappingspogingen met Clément Carisset van Delco onder meer, met Jarno Mobach van Leopard. Dat werd allemaal heel snel weer tot de orde geroepen. Er was vrij vroeg de valpartij van Callum McLeod van Canyon uit de koers gestapt met een sleutelbeenbreuk. Dan waren er nog wat schermutselingen met Damien Godin van Total Direct Energie en Goujard. Lekke banden voor Steels en Tamigno. Om het wedstrijdverhaal te kruiden, over lekke banden gesproken. Ja, straks, als ze op die slechte kasseistroken komen, daar is wel wat risico om lek te rijden, toch? Ja, zeker weten. Als straks wat meer risico's genomen worden, als je echt met de ogen dicht moet proberen van de aansluiting te houden, ja, dan ga je inderdaad veel meer risico hebben op lekke banden. Over die laatste rechte lijn en die laatste kilometers valt ook nog wel wat te zeggen, want vanuit de lucht ziet ze er vredig en vlak uit. Maar dat is het niet. Nee, absoluut niet. Tussen kilometer pakweg 2,5 en 1 kilometer loopt het toch nog wel wat op om dan wat keren te draaien. En dan in licht dalende lijn naar de finish toe te komen. Maar ik denk dat het de grootste schermutseling zal zeker gebeurd zijn op de kasseien daarvoor.
En deze koers is toch wel, als je ze in de context bekijkt van wat we de afgelopen dagen hebben gehad, lijkt het mij ook evident dat er een iets rustigere aanloop is geweest, mm-hmm. dat de nervositeit om echt in een kopgroep te zitten iets minder groot is. Hier zijn ook hogere doelen gesteld. Ofwel hebben er een aantal jongens al behoorlijk wat gekoerst gedurende het weekend. En dan komt Samijn vrij vroeg. Hè. Dinsdag is dan toch vrij vroeg. Dan is het nog even toch die benen aanvoelen. Dan kan in een peloton je laten meeslepen absoluut een meerwaarde zijn om in de finale terug over goede benen te beschikken. En aan de andere kant zitten hier ook een aantal renners in die een ander doel hebben om straks in Strade Bianche op hun best te zijn en het ook niet noodzakelijk vinden om hier al heel stevig van leer te trekken. Lekke band wordt er gemeld in het peloton en die is voor Victor Kampenaerts. Hier zie je dan die laatste honderden meters. Eigenlijk, ja, hier vlakken ze wat uit, ja. Want de aanloop is dus niet van de poes. En in het zicht van de vaste camera met Kenny de Ketelen wel degelijk in die koproep en niet de gemelde Willems. Dat zullen ze dan moeten rechtzetten in de regie bij RTBF, maar dat zal wel gebeuren. Eens kijken wat de voorsprong hier nog is voor ons leidersviertal. En op drie ronden van het einde beginnen zij op kop aan de finale van deze Samijn. Wordt gedemarreerd uit dat peloton. Is dat Tamino van Bingo Wallonie-Bruxelles. Hier wordt nog wat geloerd ook. Nou, het is allemaal nog relatief. Het illustreert in elk geval. Daar herinner die daar afstapte links. Merkwaardig beeld was dat. Ja, het is nog wat aftasten. Vrij ver uiteraard. Kleine 80 kilometer. Er is de Bond die dan inhoudt. De World Tour teams die proberen alles onder controle te houden om dan straks in de finale de boel helemaal open te breken. Ik heb vergeten een chronometer in te drukken, Sven. En om de streep is er ook geen enkel te zien. Laten we zeggen een goede 30, 35 seconden. Veel meer zal het niet zijn, denk ik. Nou, dus heeft het peloton alles onder controle. Maar toch is dit niet het soort wedstrijd waarvan je verwacht. We gaan hier straks een groepsprint zien. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat een selectieve groep straks de finale ingaat. Maar het is ook iemand met heel goede benen. Krijgt ook wel de kans om in de finale echt een solo op te zetten. Met de kasseien en het relief van het parcours uiteraard. Wind is niet echt heel hard aanwezig vandaag. Het leent zich ook om toch wel een aanval op te zetten. Minder dan 80 kilometer nog. Ja, die wind heeft in de omloop toch wel een bepalende rol gespeeld. Daar had misschien wel een ander scenario kunnen gebeuren mocht de wind anders gewaaid hebben in de finale van de omloop. Maar goed, dat is praat achteraf. Ja. Wat en als? Ja, je zag toch ook wel heel veel renners nadien in interviews melden dat ze daar eigenlijk al een klein beetje op voorbereid waren. Een aanval met een klein groepje is heel moeilijk om stand te houden. Zeker in het geval van Alaphilippe. Als je dat alleen probeert te doen, is het bijna onmogelijk om daar tegen een peloton of een grote groep op te boksen. En de strook van aan de Bosberg tot die Meerbeke is dan nog behoorlijk lang. Wind op de kop. Had hij moeten wachten op een bepaald moment? Dat is ook weer makkelijk gezegd achteraf. Ja, dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Hij kent de klim. Hij wist dat die klim hem heel goed lag. De periode van die wedstrijd, dus de klimmetjes die daar in mekaars buurt lagen, dat is echt geschikt voor Alaphilippe. Ik denk, en daar ben ik nog altijd van overtuigd, als Pidcock op dat moment een klein beetje sneller reageert of van iets meer vooraan in die groep moet komen, dat ze dan met z'n tweeën wegrijden en dat dan die aanval veel langer zou stand gehouden hebben. Ja, ja, ja. Maar of het garantie was op succes, is natuurlijk nog een ander verhaal. We zullen het nooit weten. Terugkeren in het peloton van John Degenkolb na een lekke band, terwijl de voorsprong van de vier op rond de 50 seconden blijft slingeren, circuleren, volgens radiokoers. Vanuit de lucht zien die 50 seconden er dan zo uit. Dat is nog altijd een heel eind, maar het peloton ziet ze toch al rijden daar in de verte. En in dat peloton is er toch wel wat beweging. Renners die daar proberen weg te rijden, terwijl het hier achteraan nog
ja, behoorlijk relax aan toe gaat. Maar ik kreeg daarnet een signaal dat Sepp van Marken zou gelost zijn uit het peloton. En dat is toch een vreemd moment als je ziet hoeveel rust hier nog aanwezig is. Misschien liet hij zich uitzakken tot bij de volgende. Ja, het zou kunnen, ja. Maar het was het signaal dat we kregen. Het zou me verwonderen. Laten we hopen dat dat geen kwaaltje is. Uitstekend, waarmee... uitstekend in de omloop en eigenlijk ook in Kuurne. Absoluut. Ja. Heel sterk voor de dag komend. Zelfs na de val, die hij toch opnieuw moest trotseren in de omloop. Zijn ploegleider is er ook weer bij. Dirk de Mol stond even langs de kant met een vermeende coronabesmetting. Vals positief. Vals positief, inderdaad. Hij is eerst eens positief getest. En zoals dat dan wel vaker gebeurt bij die PCR-test, kan je daar als vals positivo uitkomen. En nadien is hij nog een paar keer getest, tot twee keer toe. Twee keer negatief getest en zo is het licht weer op groen gezet. En zit hij hier vandaag in de volgauto, als ik het goed heb, samen met Erik van Lankers bij Israël Startup Nation. Of in elk geval één van de twee volgauto's. Dus Dirk de Mol is er weer bij. Gezond en wel, eigenlijk nooit ziek geweest. Het is een verhaal dat in deze tijden van corona vaak terugkeert in sportmiddens. Af en toe is er een vals positieve. Mignolet komt ons ook voor de geest, de doelman van Club Brugge. Ik denk dat het lijstje vals positieve ondertussen ook al behoorlijk lang is. Maar hoe je het ook draait of keert, je kan niet voorzichtig genoeg zijn met de situatie van vandaag. Nee, dat klopt. Maar in het geval van Dirk gaat dan onmiddellijk dat sneeuwbaleffect spelen in het hoofd van wie heb ik de afgelopen uren en dagen tegengekomen? Heb ik renners in gevaar gebracht? Kunnen die straks niet deelnemen aan hun gedroomde wedstrijden? Je bent veel meer bezig als ploegleider met de zorgen van de renners dan met de zorgen van jezelf. Ja, zijn jullie bij de Baloise Trek Lions geconfronteerd geweest met een besmetting ergens? Iemand in het hele seizoen? Van het hele seizoen. Niemand in de achtergrond, de begeleiders of ja, want niet elke management ploeg communiceert daar open en bloot over, hè? Nee, maar ik denk dat je jezelf alleen maar in de problemen kan brengen als je... Als je en het dat zou niet ook doet. Heel snel, het is natuurlijk een heel kleine wereld. Het zou ook heel snel duidelijk geweest zijn als iemand niet aanwezig moest geweest zijn op die veldrit. We hebben alleen Lars van der Haar gehad, die in zijn rustperiode net van skivakantie was teruggekomen, die corona heeft gehad. Maar dan natuurlijk zijn kans heeft gekregen om daar rustig van te herstellen en ook niemand anders heeft gezien. Maar dat was vorig jaar in maart, begin april. Ja, bij het begin van het hele verhaal. Ja, over coronabesmettingen gesproken. Er was er onlangs eentje voor een klepper in het peloton, Peter Sagan, die op dat moment op training was op Gran Canaria, dacht ik, op een van die Canarische eilanden. En Sagan is daar dan ook gebleven, heeft daar ook zijn quarantaine en al wat erbij hoort uitgezeten. Was ook echt ziek. Heeft daardoor het openingsweekend moeten missen. En gaat ook zaterdag niet van start gaan in de Strade Bianche. Dus zijn seizoensdebuut is nu uitgesteld. En dat is officieel dat bericht tot Tirreno Adriatico. De drievoudige wereldkampioen komt dus pas volgende week ergens in het midden van de week in actie in de Koers der Twee Zeeën. Het lijkt mij ook logisch, hè? Als je dan natuurlijk van zo'n situatie terugkomt, dat je niet onmiddellijk in Strade Bianche van start gaat. De hoge intensiteit van die wedstrijd, dan lijkt het mij evidenter om een etappewedstrijd uit te kiezen. Natuurlijk is dat ook hoog niveau als je Tirreno voor je rekening neemt. Maar het is wel een rittenkoers, hè, waarin je met een ander ritme terug in koers komt. Ja, waar je eventueel ook met de geloste kan binnenkomen om dan een hoger doel te gaan bereiken de dagen nadien. Ik denk dat dat wel zijn enige redding is om zijn voorjaar te redden. Je hebt natuurlijk wel die kilometers en die wedstrijdkilometers nodig. Dus te lang in een situatie zitten zonder competitie in deze fase van het jaar, dat wordt een moeilijk verhaal. Kasseistrook hier. Eerste kasseistrook na de finish. De Rue du Vert-Pignon. Ja, de langste. Met wel wat bochtenwerk in, maar behoorlijke goede kasseien. Mogen we zeggen de beste van de hele hoop? Ja, ook breed. Ruimte om nog te passeren, om een bocht goed aan te snijden. Hier en daar een stukje asfalt ertussen. Met de vier leiders. Kenny de Keitel hier achteraan rechts. Dan de man hier met rugnummer 187 is de nu al legendarische Jan-Willem van Schip van Beatcycling.
Marchand is er dus niet meer bij, maar we hebben dus wel nog Joey Roskop van Rally Cycling en Enzo Lijnsen van het development team van DSM. Die rijdt daar in tweede positie, Lijnsen. Roskop is de man in het oranje op kop van het viertal. Jan-Willem van Schip, legendarisch. Waarom? Wel om het soort renner dat hij is, gepatenteerd aanvaller, om het soort pistier dat hij is, wereldtopper, ex-wereldkampioen. Legendarisch ook omwille van zijn uitspraken en zijn zeer gesmaakte interviews. Legendarisch ook omwille van zijn stuurtje. Nu zal de RTBF-regie wel niet meeluisteren. Maar dat stuurtje van Jan-Willem van Schip maakt school. Hij heeft dat geïntroduceerd in het peloton. Er rijden ook andere renners meer rond tegenwoordig? Meer en meer. Ja? Ik denk dat toch echt hij wel een van de eerste renners was die zo uitgesproken de remgrepen op het stuur plaatste. En je ziet meer en meer renners diezelfde aerodynamica gaan aanmeten, maar wel natuurlijk niet in die extreme mate. Want de manier hoe Jan-Willem van Schip zijn remmen heeft staan, is heel, heel extreem. Ja. Hij rijdt dus voor Beat, daar de man aan de leiding. Dat is een smal stuurtje, dat heeft alles te maken met die aerodynamica. Nu heeft hij afgelopen winter, samen met de ploeg, samen met Spico ook een nieuw stuur ontwikkeld. Het zogenaamde Aero Breakaway Bar stuur. Dan heeft de ploeg daarover gecommuniceerd en gezegd, kijk, Jan-Willem van Schip gaat uitpakken met een revolutionair nieuw stuur in koers. Maar wat blijkt, dat stuur mag hij voorlopig niet gebruiken van de UCI. Hij doet het hier dus nog met zijn oud stuurtje en die revolutionaire carbon aero breakaway bar, die mag hij voorlopig niet gebruiken. Het kan natuurlijk afhangen van de sterkte van het stuur. Dat moet verschillende controles passeren, vooraleer ze echt in competitie met die sturen mogen gaan werken. Dit is wel losse, lijkt me. Nicky Terpstra. Of is dat gewoon even polshoog te nemen? Ik denk dat hij nog iets uit de volgwagen wil. Ja. Heeft ook geen drinkbus meer. Ja, hij vraagt de volgwagen. Nicky Terpstra, belangrijk. Tweevoudig winnaar van deze wedstrijd. Kan hier op gelijke hoogte komen. Mocht hij scoren vandaag. Met de recordhouder. Johan Capiot is de leider, de winnaar van 3 edities van Le Samin. Deed dat in de jaren 90, in 92, 94 en 95. En Terpstra staat hier 2 keer op de erelijst in 2016 en 2018. Dat waren telkens koersen in bar slechte omstandigheden. 2 is misschien te goed voor Nicky. In elk geval, hij moet zich vrij ver laten uitzakken. Maar het is nog wel een eindje natuurlijk. Het is een materiaalprobleem mogelijk, want hij gaat van fiets wisselen. Het lijkt geen lekker band. Eerste instantie. Hij rijdt rond op een reservefiets, want kijk, geen kaderplaatje. Dus ik vermoed dat hij zijn originele fiets gaat terugnemen na eerdere pech. Het is nog een reservefiets, want ook hier geen kaderplaatje. Lek achteraan, meldt de koersradio. Wat ook een optie zou kunnen zijn, daar is natuurlijk, hebben we niet echt de juiste informatie over, maar dit is de ideale koers om ook materiaal te gaan testen. Dat is waar. Met het vooruitzicht richting Parijs-Roubaix, met de Vlaamse klassiekers die eraan komen, meer kasseiwerk. Een keer van fiets wisselen op dit moment, goede weersomstandigheden, die kasseien een keer vol in competitie kunnen aangaan. Het zou een test kunnen zijn. Nou ja, zal het zeker ook geweest zijn, want we kunnen ons niet voorstellen dat Terpstra in deze koerssituatie... Dit is veel minder. Dit is minder, een val. Een val van een renner bij Lotto Soudal. Probeert wel recht te staan. 25. Sylvain Monique. Ja. Ik denk wel dat het einde verhaal is voor Sylvain in de wedstrijd vandaag. Opgave voor Sylvain Monique. Moet dan nog even bekomen van die val. De rug ook een beetje stijf. Jammer. Pion minder voor Degenkolb. Lotto Soudal dat hier vandaag uitpakt met de Duitsers. Ex-winnaar van Roubaix en Sanremo. Hij wordt bijgestaan door veel jonge renners. Brent van Moer. De gepatenteerde tijdrijder Kobe Goossens is erbij voor Lotto Soudal. Sanders Vervloesem ook. En dan hebben we nog de regionaal de l'étape, Sébastien Grignard. Jongen van de streek. Woont op een kilometer of 10 van de finish en Doer.
En het alternatief voor John Degenkolb, mocht er hier straks gesprint worden, is dan Gerben Thijssen. De man die vorig jaar tweede werd in een Vuelta-etappe. Zo liggen de kaarten bij Lotto Soudal, maar één pion dus jammer genoeg kwijtgespeeld in de persoon van Sylvain Moniquet. Ja, er zitten wel wat valstrikken in die lokale omloop, maar het feit dat hij hier een paar rondjes draait, dat zou moeten volstaan na de eerste ronde om dan te weten waar je in de tweede ronde niet aan dezelfde steen moet stoten. Ja, dat klopt. Het zal er vooral van afhangen om positie te kiezen iedere keer bij die kasseien, dat je niet te veel krachten moet verspelen om nadien terug in goede positie te komen. En dan in de finale, laatste ronde, zitten er zeker wat momenten in waar je voor de aanval kan kiezen. Een van de laatste kasseistroken zit een behoorlijke klim in. Slechte kasseien. Als je daar echt voor de aanval kiest, zijn er mogelijkheden. Ja, om nog even terug te keren op dat verboden stuur van Jan-Willem van Schip. Het zou niet voldoen aan artikel 1.3.008, waarin het gaat over... Toegelaten steunpunten, er zijn er maximaal 3 toegelaten op een fiets. Handen aan het stuur, zitvlak op het zadel, voeten op de pedalen. Wel ja, in het geval van dat nieuwe stuur spreken we dan over steunpunten ook met de voorarm en de elleboog. En dus ziet dat het dan eigenlijk niet goed uit wat dat nieuwe stuur betreft om gehomologeerd te worden. Dat is een moeilijke, grimmige discussie dan natuurlijk, Sven. Moet je dan technologische innovatie die... Het is een heel moeilijke discussie, want zoals we nu op 1 april het in positie naar beneden gaan zittend op de bovenbuis. Wat, we hebben al niet anders gezien in de koersen tot nu toe. Ja, dat klopt. Ik denk dat heel veel renners het er ook niet echt mee eens zijn. Langs de andere kant is het ook wel een gevaar. Maar er zijn ook heel weinig ongelukken gebeurd op die manier in een peloton. En dan kan je je ook gaan afvragen, de sturen zijn de afgelopen jaren ook alleen maar smaller geworden voor de aerodynamica. Maar op een bepaald punt kom je ook in een situatie dat je evenwicht daar gaat onder lijden. En wat is dan het gevaarlijkst? Met een te smal stuur rondrijden of zittend? En innovatie zal ook niet stilstaan. Wat gaat er de komende jaren gebeuren als ze niet meer op de buis mogen gaan zitten om toch nog meer aerodynamica te gaan zoeken? Ik heb mij al van alles in het achterhoofd zitten bedenken en dan lacht mijn zoon mij volledig uit. Ja. Ja, hij moet het in de praktijk gaan omzetten. Hè. Jouw tijd is voorbij, Sven. Sorry dat ik het zo keihard uitdruk. Nee, maar een van die ideeën, en het zal waarschijnlijk er niet doorkomen, maar gedurende mountainbike gebruikt men de... Dropperpost noemt men dat. Dus een zadelpen. Dropperpost. Die met één knop indrukken aan het stuur. Ja. Zakt die volledig tot op de bovenbuis. Waardoor je veel makkelijker naar beneden gaat en dat zadel niet in de weg zit bij een rockgarden en noem maar op. Ja. Maar als we zoiets gaan installeren op een wegfiets en je gaat met een veel lager zadel een afdaling in, dan ga je veel meer aerodynamica hebben. En ga je waarschijnlijk ook weer sneller dalen. En blijf je wel op je zadel zitten. Dus het is eigenlijk wel reglementair. Aha. Alleen gaat die dropperpost ook weer wat gewicht met zich meebrengen. Ja. Dus ik vraag me af, waar gaat dat... Ja.
tijd kan stellen. In de tijd toen op de piste de ene na de andere revolutionaire uitvinding werd toegepast, werd dat ook op den duur een bont allegaartje aan vernieuwingen met als absoluut hoogtepunt de legendarische wasmachine fiets van. Een halt toegeroepen aan dat verhaal en zijn ze herbegonnen en werd er eigenlijk gezegd van kijk, we gaan het op een gewone fiets nu doen en dan later werden er dan weer meer zaken toegelaten waardoor we een soort tijdritfietsen op de piste hebben gekregen. Maar ik ben het er ook volledig mee eens dat de UCI is ook gewoon baas in dit verhaal en moet ook bepaalde grenzen gaan stellen dat we voor een groot stuk ook de traditie van het wielrennen wel kunnen blijven bewaren. Dat lijkt me toch wel een evidentie. Anderzijds was dat verhaal van Graeme O'Bree en dat wasmachineonderdeel. WK, waren die nog in de winkel? Waren die niet in de winkel? Ja. Ja, ja. Dan spreek ik over Wout van Aert. Bieles. Hoort ook tot de legende, maar van het veldrijden dan intussen. Of Johan Museeuw in Parijs-Roubaix met de speciale Bianchi. De damesfiets. Ja.
En zo kunnen we tegenwoordig moeten we zeggen vrouwenfietsen. Zo kunnen we waarschijnlijk nog wel een paar verhalen bovenhalen. Ja. 50 seconden nog voor onze vier leiders. Nog eens de namen. Kenny de Ketelen voor Sport Vlaanderen Baloise, Joey Roskop van Rally Cycling, Jan-Willem van Schip van Beat Cycling en Enzo Lijnsen van het development team van DSM. Die jongens hebben maximaal 2,5 minuut voorsprong gehad toen ze nog met z'n vijven waren, toen Gianni Marchand er nog bij zat. Beat Cycling heeft vandaag al wat pech gekend met valpartijen voor Jordi Bouts en Piotr Havik. Die zijn ook uit de wedstrijd verdwenen, die ploegmakkers van Schip. Nog renners die gevallen zijn, luisteren naar de namen Anthony Julien van AG2R Citroën en Danny van Poppel van Intermarché, Wanty Gobert. Ik kan u zeggen dat het wedstrijdgemiddelde na 1 uur koers 44,6 bedroeg. Dat had dan vooral te maken met het peloton in het tempo in het peloton. Nu na 3 uur koers is dat een beetje gezakt en deze koplopers hebben gezorgd voor een gemiddelde van 43 kilometer en 600 meter per uur. Als we dan kijken naar de voorziene koersschema's, dan zitten we net onder het snelste schema dat berekend was op een finish rond 10 over 5. En ik denk dat we daar ook naartoe gaan. Finish omstreeks 10 over 5. Misschien wat vlugger, afhankelijk van de gretigheid waarmee hier straks een volle finale hopelijk gekoerst wordt. Eentje van Groupama die voor de aanval kiest. Van de continentale formatie moeten we daar dan aan toevoegen, want Groupama FDJ pakt hieruit met de Equipe Continental. Daar zit een Nederlander bij met Marijn van den Berg. Want de bekende namen, à la Arnaud Demar, hoeft u daar niet te zoeken. Wat kunnen we vertellen over de samenstelling van dat peloton? Het peloton bestaat uit 7 World Tour ploegen, dat zijn er 2 meer dan vorig jaar. 9 pro-continentale ploegen, pro-continental teams van het kaliber Alpecin-Phoenix. En 9 continentale teams, daar zitten dan die development ploegen bij, zoals DSM en Groupama FDJ. En we gaan eens luisteren naar de blikvanger Mathieu van der Poel daarnet bij de start. Hij is aangekondigd, maar ik weet natuurlijk niet exact wanneer hij komt. En hij gaat er nu aankomen. Luisteren naar Matje. Dat is natuurlijk geen doen. Niemand zegt. J'ai regardé déjà 2 ans à la télé cette course et c'est pour ça que j'ai aussi décidé que je voulais prendre le départ ici. On peut aussi gagner avec les coéquipiers aujourd'hui, je pense. Je pense surtout Jonas Ricard et Dries de Bont. Aussi Temerler a fait une bonne course là l'année passée, donc on a plusieurs coureurs qu'on peut jouer. Ja, we kunnen verschillende pionnen uitspelen. De Bond en Philipsen, dacht ik, werd ook vermeld in dat snelle interview in het Frans. Op die manier natuurlijk gaan ze ons... Ik zou een uitdrukking willen gebruiken, maar ik ga ze niet gebruiken. Er gaan nog interviews komen, dus we moeten bij de pinken zijn. Ik denk dat we best blijven babbelen tot het interview dan start. 63 kilometer nog en we gaan... Weer naar zo'n... Een pleintje. Reusachtig dorpsplein. Ja. Het wordt weer wat meer keren en draaien richting de volgende kasseistrook. Smallere wegen. Ja. Dit is volgens mij kasseistrook nummer 3. Als je mijn de... Wieherrie, dat is met voorsprong de strook die het slechtst bij ligt. Die krijgt ook 3 sterren. Ze hebben hier ook sterren gegeven aan de verschillende kasseistroken.
De Rue du Vert-Pignon krijgt 1 ster. En dit is dan... Ja, dit is het klimmetje. De Côte de la Roquette. Het lijkt niet echt een klimmetje zo in beeld, maar het is behoorlijk lastig. Het is kort, slechte kasseien. 2 sterren geven ze deze strook, Sven. De volgende 3 stroken krijgen dan telkens 3 sterren. Dus de laatste 3 stroken in elke lokale ronde zien zij als slechtste strook. De Nonet. Côte Nonet is dan eigenlijk al de voorlaatste. We zijn de Wierie al voorbij in deze ronde. Nu zit er nog eentje aan te komen in deze ronde. En dat is de Chaussée Bellevue. Ja, daarnet al in beeld gezien van 650 meter. Nu komen we echt op een mooie, glooiende asfaltbaan. Waar nog iets kan rechtgezet worden vanuit het peloton straks. Waar je de renners ook altijd in de verte kan zien rijden. Een slingerende weg. Ja, 1 achtervolger op dit moment. Ja, dat is een vreemd manoeuvre om daar alleen proberen tussen te rijden. Boris Vallée zou dat in principe... Ja, die is nog altijd die man van Groupama en Vigier. Ja. Ja. Hebben ze hem al geïdentificeerd? Rogel is de naam. We gaan luisteren naar de regionale de l'étape. Zometeen Sébastien Grignard van Lotto-Soudal. Dat is de zoon overigens van de RTBF-producer. Maar niet de eerste. Ouais, ça fait bizarre. Déjà la première course professionnelle et puis en plus être tout près de la maison, c'est chouette et je pense que ça enlève aussi une pression de rouler sur mes routes. Mais on a John avec nous, donc ça paraît logique que c'est lui notre leader unique. Et moi, en tant que première course pro, je vais d'abord dans un premier temps essayer de prendre l'échappée et puis si pas aider au mieux John sur le circuit que je connais parfaitement. Pour moi, si on arrive avec l'équipe, ce serait l'idéal et moi je vais essayer de les aider au mieux. Ja, ik ga proberen John Degenkolb te helpen. Hij is onze enige leider. Aldus Sébastien Grignard vandaag die begon. Ik kreeg wellicht een vraag over Jacuzzi in eigen strik. Het is bizar. Of misschien ging het over het gebrek aan publiek, want deze wedstrijd wordt achter gesloten deuren georganiseerd. En we moeten ook toegeven, er is amper publiek te zien. Het is ook een dinsdag. Deze wedstrijd wordt sinds 2018 op dinsdag georganiseerd. Het is al niet de koers van de grote publieke belangstelling. We hebben toch wel wat mensen zien staan, maar die stonden op heel specifieke plaatsen. Ja, inderdaad. Kasseistroken natuurlijk leent altijd om mensen aan te trekken, maar ze bleven allemaal bij hun eigen auto of camper staan zonder te gaan socializen met andere families of supporters langs de kant van het parcours. Dus nee, er is heel weinig volk, zeker met dit weer. Blijft dat een klein beetje een risico. Mensen komen toch graag eens kijken. Maar er is veel respect voor de regels die werden opgelegd. En dat is goed. En dit is Kampenaerts. Ja, zeer gemotiveerd. Stijl. Ja. Dus beweging in dat peloton. Kampenaerts die de conclusie trok na zijn eerste openingsweekend op Vlaamse wegen. Dat de wind zo cruciaal is in wedstrijden als de Omloop en Kuurne. Terwijl we hier kijken naar Pasqualon, die vroeg assistentie. Een mogelijk lek. Maar hij rijdt voorlopig nog. Of het kan ook gewoon zijn communicatiesysteem zijn waarmee hij op de sukkel is. Hij heeft volgens mij ook van fiets wisseld. Hij heeft ook geen kaderplaatje meer. Nee. Net het computertje terug gemonteerd dat hij had weggestopt bij het wisselen. Ja, toch wel wat... aanvalswerk hier. Richting de laatste kasseistrook voor de finish. Of de volgende passage aan de finish. Ja, Kampenaerts daar in het gezelschap van Rasmus Tiller. En Boy van Poppel, de man van Intermarché, die zich ook roerde. Maar ze worden dus gegrepen. Maar het is niet het volledige peloton dat al is komen aansluiten. Dit nog altijd onze 4 leiders. Minder dan 60 kilometer voor de streep. Kenny de Ketelen, die genoot van zijn vroege vlucht en lange ontsnapping in de Omloop het Nieuwsblad. Last minute ingevallen voor Robbe Gijs, die aan de kant moest door een coronabesmetting in zijn omgeving. De bekende quarantaine, die je niemand toewenst,
maar die in deze tijden gewoner is dan we ons 2 jaar geleden konden inbeelden. Ja, de mannen van de Koning Quickstep, daar wordt naar gekeken. Zij hebben waarschijnlijk toch wel de sleutel opnieuw in handen. Het is zaak van die dan een uit hun handen te slaan. Hoe doe je dat? Daar heeft waarschijnlijk Mathieu van der Poel wel een plannetje voor. Ze hebben natuurlijk ook wel een sterke formatie hier met Philipsen, De Bond, Ricard, Merlier. Tamigno daarbij en Ricardson. In principe moeten zij hier echt wel voor weerwerk kunnen bieden. Je zit met het gevoel dat deze renners hier eigenlijk de finale openen. Want het is een grote groep die zich intussen vormt. Ja, het is moeilijk om te zien wie er allemaal tussen zit. Het is niet te zien door het tegenlicht. Nee. Het is te goed, het dit weer is, vandaag. Dit is Kampenaerts. Dat kan je van in het donker kan je dat zien. Aan zijn stijl. Kop van deze achtervolgende groep. Dat zegt Fanny Lecluze ook altijd. Ze stond langs het parcours bij de omloop. Er was een spandoek op de gevel van hun nieuwe woning bevestigd. Full gas voor Victor Kampenaerts. Kampenaerts die een kick kreeg. Hij kikt daarop om met mannen à la Evenepoel op stap te zijn zoals hij ooit deed in de Ronde van België. Dat liep toen wat minder af. Het werd hem zwart voor de ogen en hij viel. De volgende keer gaat hij altijd mee zijn met Mathieu van der Poel. Heeft Kampenaerts beloofd. Dat zou mooi zijn. Hij woont trouwens in Gaveren tegenwoordig. Kampenaerts had ook nog wel iets te vertellen over die selectie voor de komende Olympische Spelen, waar Remco Evenepoel en Wout van Aert dus naartoe gestuurd worden om België te vertegenwoordigen. Ja, dat zijn twee vice-wereldkampioenen. Kampenaerts heeft geen enkel probleem met de selectie van die mannen. Hij is 1,5 maand geleden op de hoogte gebracht door bondscoach Sven van Toornoot in een videocall waarbij ook Serge Pauwels aanwezig was, de kersverse assistent van Sven van Toornoot. En een nieuwe kasseistrook voor onze koplopers. Ja, dit is de kasseistrook op een goede 4 kilometer van de finish. De Chaussée Bellevue. 650 meter. Immer geradeaus. En het is stofvreten hier. Door de omstandigheden van de dag kurkdroog. En dan wordt dat stof... Ja, ze zijn bijna gegrepen, hè. Ja, dit krijgt een beetje Parijs-Roubaix. Gehalte. Ja. Mooi. De vier worden in het midden van de Chaussée Bellevue gegrepen door de voorwacht van het peloton. En ze zijn van de kasseien. Ja, en in die achtervolgende groep zat ook al een mannetje van de Koning Quickstep. Dus ik ben benieuwd wie ze daarmee hebben gestuurd in de frontlinie. Het is de eerste manche van de Bingo Cycling Cup, de wielerbeker van België, die dit jaar uit 9 manches bestaat. De volgende komt er al zondag aan met de grote prijs Montserrat. Ook te volgen bij Sportza, kan alle wedstrijden dit jaar volgen op Sportza. Kijk, grote groep die daar zit aan te komen. Alles behalve een compact peloton. Moeilijk natuurlijk om nu uit te maken wie daar allemaal mee is. Ja, het is een behoorlijk grote groep. Benieuwd hoe het peloton daar gaat op reageren. Hier gaan zeker wat mannetjes bij zijn die niet zinnig zijn om echt mee wat kopwerk te doen. Ja, we zijn intussen ook bezig aan de gouden kilometer. Met die 3 tussensprinten die van belang zijn voor het klassement van de beker. Dan kan je telkens 3, 2 en 1 punt verdienen. Leijnsen kwam als eerste bij de eerste tussensprint door voor Roskopf en Van Schip. En die punten die tellen gewoon mee voor het algemeen klassement. In theorie kan je leider zijn na vandaag zonder de koers te winnen. Door veel sprints te winnen en dan nog een ereplaats te versieren. Dat wordt een leuk klassement als je een aantal wedstrijden hebt gehad. Omdat toch wel koers in de koers wordt. Dat is waar. Altijd renners die daarvoor gemotiveerd zijn. Een leuk extraatje. De derde manche is ook een wedstrijd op Waalse bodem, circuit de Wallonie, 13 mei. Dan is het in het Hageland te doen, bij jou in de buurt, Sven, bij manier van spreken, dwars door het Hageland op 5 juni. 2 wedstrijden in augustus met de grote prijs Marcel Kind.
en Schaal-Sels in een bestek van 3 dagen. Dan hebben we nog 2 septemberwedstrijden, de Antwerp-Port Epic en het kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp. De Bingo Cycling Cup 2021 eindigt met de Memorial Rick van Steenbergen op 10 oktober. Ja, is toch wel knap. Heel mooie wedstrijden. Allemaal live te volgen op tv. Dan heeft Nick Nuyens goed voor elkaar. Toch al wel wat tegenslag gehad. Vorig jaar met corona, zoals heel veel wedstrijden. Maar ik herinner me nog 2 jaar geleden. De dag na Strade Bianche stonden wij ook aan de finish. Ja. De grote prijs Montserrat. Geannuleerd door de wind. En om dan echt wel vol te houden en opnieuw met een heel mooi programma in 2021 gemotiveerd aan de slag te gaan, dat is toch wel knap. Deze wedstrijd werd ook ooit 2 keer geannuleerd door slecht weer. De laatste keer was in 2005. En daarvoor moeten we nog een tijdje eerder teruggaan naar 1988, toen slecht weer de koers annuleerde. Ik ben benieuwd wat er in deze groep nu gaat gebeuren. Wie gaat hier, want dit is een hele grote groep, er is toch wel een behoorlijke kloof geslagen met het peloton. Wie gaat hier? Cavendish. Cavendish is mee. Mark Cavendish in zijn eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer bij de Koning Quickstep op Belgische bodem, moeten we zeggen. Hij heeft al de Classica Almeria in de benen, waar hij door pech uit koers werd geslagen in volle finale. Kon toen zijn kansen niet verdedigen. Laat zich hier opmerken door mee te zijn in die schermutseling met die toch ruime groep. Ja, Cavendish. Bezig aan zijn 4e seizoen nu voor de troepen van Patrick Lefevre. Zijn succesjaren waren uiteraard tussen 2013 en 2015. Toen hij maar liefst 44 overwinningen voor Lefevre wist te realiseren. Het is een 2e keer ooit in Le Samin. Hij heeft hier al eens gereden in, ik denk dat hij het zelf amper nog weet, in 2007. Hier zit ook Tim Merlier bij, als ik me niet vergis. Ja, met de mouwtjes te herkennen daar, inderdaad. Achteraan, ze zitten met z'n drieën van de Koning Quickstep, of met z'n tweeën, excuseer. Cavendish, en er zit er nog eentje bij. Even kijken wie het is. 2 man van Lotto Soudal. Ja, rugnummer 95 is dat van Merlier. Die zat er goed en wel bij. Wanneer ze hier aan de streep voorbij komen, zullen we ze uit het raam kijken. En zullen we nog wel wat meer renners kunnen identificeren. Want de infomotor rijdt er nu langs. Die is de rugnummers op dit moment aan het doorgeven aan de volgauto's. Dus nog 2 ronden. Nog goed 53 kilometer. Met een beperkte kopgroep. De man van Lotto is Brent van Moer, die we daar voorin gezien hebben. Keetle reed in laatste positie. Hier dat peloton dan. Dat peloton zeker nog niet uit koers. Dat peloton waarin wel afgestopt wordt door Ricard met name. Ricard heeft zich op kop van de groep gezet en legt de boel hier lam, omdat de aalvlugge Merlier mee is vooraan. Dat is de logica zelf eigenlijk. Ja, dat is niet jagen, hè. Dat is gewoon blok erop, dat is einde koers, zou ik bijna zeggen, voor deze mannen. Het is een vreemd moment, inderdaad. Wellicht zijn alle ploegen die ertoe doen voorin vertegenwoordigd. Ja, de Koning Quickstep gaat dan toch de kaart van Cavendish trekken. Ik ben benieuwd. Hier wordt inderdaad niet gereden. En waarschijnlijk, als je die grootte van die groep zag vooraan, dan zit inderdaad bijna iedereen mee. Elke ploeg vertegenwoordigt. Ricard en Philipsen waren de 2 mannen die de boel daar lam leggen. Dat zijn dan jongens die ook in de sprint hun rol kunnen spelen. Alles wordt dus op Tim Merlier gezet in de kopgroep. Van der Poel zit in het peloton gevangen. Ja, of vindt het ook helemaal niet erg, okay, ja, dat hij vandaag voor Merlier. Ja, inderdaad, in deze omstandigheden een wedstrijddag kan doormaken. En de vraag is dan natuurlijk of hij daar ook... Ja, zit hij daar nu alleen in die kopgroep Merlier? Dat lijkt me dan ook wel riskant om het helemaal alleen te moeten doen. Het is even wachten op die samenstelling. Ik heb 2 mannetjes gezien van Lotto Soudal.
2 van de Koenig Quickstep. Even kijken wie Merlier bij zich heeft. Hij moet toch minstens één pion hebben, denk ik dan. Want anders is dat een riskante tactiek. Natuurlijk, er is wel nog wat koers over in deze Samen. Dat moeten we er ook bij vertellen. 51 kilometer is nog een eind. Er wordt gesproken over een kopgroep van rond de 25 renners. En we geven nu de samenstelling. Of toch zoveel mogelijk namen van die groep. Sepp van Marken is mee voor Israel Startup Nation. Dat zal Dirk de Mol plezier doen en Erik van Lanker. Cavendish heeft Van Lerbergen bij zich. Bert Van Lerbergen was goed voor top 10 in Kuurne. Lotto Soudal, voorlopig 1 pion daar gemeld met Brent van Moer, rug nummer 22. 2 pionnen van Intermarché, Wanty Gobert, Matériaux. Het is een hele mond vol voor de troepen van Hilaire van der Schuren. Boy van Poppel. Het is Danny van Poppel. Rappe man. Danny van Poppel alleen? Danny van Poppel alleen, zo zegt de koersradio nu. AG de Zes, Citroën met Damien Touzé in de kopgroep. Drukker is erbij voor Cofidis. Reinhard Jansen van Rensburg vertegenwoordigt Quebeca Assos in deze groep hier. Dupont is mee voor Bingo Wallonie-Bruxelles. Gevaarlijke pion als er gesprint wordt. De ketel zit er nog altijd bij als vroege vluchter. Tim Merlier als eenzaad voor Alpes in Phoenix. Bij Arkea Samsic hebben ze Grondin in de spits van het gebeuren. Roskopf is de vroege vluchter voorin. Dan hebben we Manzijn van Total Direct Energie in deze groep. Een duo van Uno X. De ploeg die ook Kuurne kruiden met Rasmus Tiller en Marcus Hulgaard. Die zagen we ook even in Kuurne. Jan-Willem van Schip uiteraard ook nog altijd in de spits van het gebeuren. Maurice Ballerstedt is de man van Jumbo-Visma Development Team. Had pech in Kuurne. Hij zit hier mee in de koproep. En Enzo Lijnsen is die andere vroege vluchter. Dat zijn in eerste instantie de namen ons nu bekend in deze grotere groep. Waarin dus opvalt dat Merlier dat wel degelijk geïsoleerd zit. De snelle mannen op papier zijn dan Danny van Poppel, Tim Merlier, Timothy Dupont en Mark Cavendish. Mooie groep en een minuut voorsprong. Oh, en een val. Een val hier van Kloekers. Arthur Kloekers van Leopard. Nog eens kijken hoe dat gebeurt. Het is daar al gebeurd. Het is daar al gebeurd. Ah, valt helemaal alleen. Ja, het doet geen deugd. Alles behalve. Hier de kopgroep. Ja, een minuut. Benieuwd of ze elkaar hier gaan verstaan. ...23 namen hebben we intussen. Dupont heeft dus Tom Wirtgen bij zich. Dat is belangrijk, snelle man. 24 namen. Ik heb er eentje over het hoofd gezien. Timo Willems zou nu wel mee zijn. Dan hebben ze 2 pionnen van Sport Vlaanderen-Balwaassen daar. Als we dan kijken naar de ploegen die 2 pionnen hebben, dan komen we bij Uno X terecht met die 2 Noren. Bij de Koenig Quickstep, Cavendish en Van Lerbergen. Bingo Wallonie-Bruxelles met Dupont en Wirtgen. Sport Vlaanderen-Balwaassen met de Ketelen en Willems. Dat zijn ze dan. Er zit er eentje duos van Jumbo-Visma. En jij hier nog een val. Dat is eentje van Sport Vlaanderen-Balwaassen. Dat is 86. Kenneth van Rooij. Hoe is het mogelijk, hè? Ze zijn hier al voorbij gekomen. Hans de Klerk staat erbij. Maakt zich een beetje druk, wat we kunnen begrijpen. Er staan er 2 man. Nou, nog een renner van Rally Cycling, ook betrokken bij die valpartij. Zo wordt gemeld. Hier zien we hem in beeld. Hij staat wel al recht, gelukkig. Moest het mogelijk, hè? Ja. Ze zijn er al voorbij gekomen. Het is de derde passage daar. En toch wordt daar weer gevallen. Ja, maar het zou ook best kunnen dat je toch met een iets hogere snelheid denkt
dat je het traject heel goed onder controle hebt. En dan net dat tikkeltje harder door die bocht gaat. Hans de Klerk die daar behoedzaam de situatie monstert. Nog een renner van SEC Cycling daar ook bij betrokken. In die kopgroep zit ook iemand van Jumbo-Visma. Ik weet niet of we die al vernoemd hebben. Ballerstedt. Oké, die had ik nog niet aangeduid. Ploeg nummer 211. En dit is Michael Zeilaert. Het is voortdurend keren en draaien hier op die kasseien. Ja, je moet geconcentreerd blijven op dit circuit. De hele tijd, ook al ben je hier al eens langsgekomen, zoals je zegt, er zitten wel behoorlijk wat valstrikken in. Draaien en keren op en af. Hier en daar nog een geut modder om de bocht. Slecht liggen de kasseien. Michael Zeilaert is de kleinzoon van de legendarische Joop Zeilaert, de gangmaker. De gangmaker met de breedste rug van het peloton. Gangmakers destijds. Ja, ze hebben het ook heel goed voor elkaar door iedereen te dwingen om op de kasseien te gaan rijden. Er is geen ruimte gelaten. Ze hebben hekken gezet, spandoeken gehangen, zodanig dat niemand de kans krijgt om echt het paadje of het voetpad of fietspad te gaan opzoeken. Nou, de voorsprong is een klein beetje geslonken tegenover die minuut van daarnet. Dus het is nog niet gedaan voor het peloton. Het is nog altijd speelbaar. Maar de vraag is, wie gaat er achteraan rijden? De ploegen die vooraan afwezig zijn, dan kijken we in eerste instantie naar pakweg B&B Hotel. Maar gaan die dan het gat dichtrijden? Ze hebben niet echt een gepatenteerde sprinter aan boord, maar dan moeten ze opnieuw maar aanvallen. Voor de rest, heel veel ploegen voorin vertegenwoordigd. Dat is dan natuurlijk goed nieuws voor de ontsnapping. Maar het duurt altijd wat langer. Als dat zo'n grote groep is die vooraan is, dan is het even wachten tot in de volgwagen de ploegleiders doorkrijgen welke renners allemaal aanwezig zijn in die kopgroep. En dan wordt er een beslissing genomen. Hebben we de juiste pionnen mee? Moeten ze de benen stilhouden? En wie gaat erachter volgen? En dit is niet met het tempo en de ambitie om vol voorop te blijven. Dit is proberen toch wel wat krachten te sparen, uw kopwerk doen. Laat u niet vangen door het achteruitlopende verschil nu. Dat gaat te snel. Ik vrees dat dat een motor is die zich herpositioneert. Ja, dat kan niet plotseling maar 19 seconden zijn. Het tempo zit er hier goed in. Kampenaerts achteraan. Nou, feit is dat alle World Tour ploegen voorin vertegenwoordigd zijn. Nou, Kampenaerts mee. Dan zitten ze daar met z'n tweeën mogelijk van Kubeka Assos. Want Reinhard Jansen van Rensburg werd ook in die kopgroep gesignaleerd. Tenzij ze het rugnummer verkeerd gezien hebben. Dat kan ook. Dan zou Kampenaerts daar alleen zitten. Proberen we ze eens te tellen vanuit de lucht. Want dan wil de helikopter niet mee. Tenzij we nu dat rijtje gaan aflopen als ze maar fel genoeg inzoomen. Want dat is ons ook niet gegund, vrees ik. Het is in elk geval Van Lerbergen die daarop kop reed. Cavendish wat verderop. Ja, mooi toch voor de Manx Express. Dat hij zich op deze manier kan laten zien. Vraag is dan waar het schip gaat stranden. Het zou wat zijn, mocht hij hier gewoon kunnen sprinten voor de dagwinst. Ja, alles hangt natuurlijk af van hoe deze koers verder zal verlopen. Maar op deze manier gaat hij, draait zelfs mee inderdaad. Gaat hij op deze manier gaat hij echt wel een rol van betekenis spelen. En het gaat hem vooral een enorme boost geven. Dit is Van Moer nu op kop. Brent Van Moer. Enige pion van Lotto Soudal, daar gemeld. Ze hebben nog eens een rondje gedaan. En dan gaan we die lijst nog eens overlopen. Ja, er zit er nog eentje bij van Lotto Soudal en dat is Kobo Goossens. En ook bij de
Broers Van Poppel is het nu duidelijk. Beide Van Poppels zijn mee. Boy en Danny. Dus ook daar bij Intermarché, want die Goubert, een duo. Maar je merkt toch dat het altijd dezelfde renners zijn die hier vooraan het kopwerk moeten doen. Campenaerts wordt er nog altijd niet in gemeld. Dan vrees ik dat Jansen van Rensburg niet mee is. Nee, want het is duidelijk Campenaerts. Ja. Wat kan gebeuren? De 5 voor een 6 aanzien. Maar dan ken je Victor toch ook gewoon niet. Er is wel degelijk een groot verschil in postuur tussen Van Rensburg en Campenaerts. Daar Van Marken. Nee, die lijkt er. Hij gaat proberen iedereen aan te moedigen om zijn ding te doen. Om de groep op sleeptouw te nemen. Laat ze helemaal uitzakken. Hier vooraan in de peloton. Timmerlier, tweede positie. Zetten ze nog eens op een rijtje. Van Marken dus de een zat bij Israel Startup Nation. Duo bij de Koenig Quickstep. Met Van Lerbergen en Mark Cavendish. Een koppeltje ook bij Lotto Soudal. Met Kobe Goossens en Brent van Moer. Nog een duo. Gevaarlijk ook. De broers bij Intermarché, want die Gobert Materiaux. Boy van Poppel en Danny van Poppel. Damien Touzé is een eenzat van AG2R Citroën. Jean-Pierre Jempy Drucker zit erbij voor Cofidis. Victor Campenaerts voor Quebeca Assos. Dan een duo ook voor Bingo Wallonie Bruxelles met Timothy Dupont en Tom Wirtgen, de Luxemburger. Ook een koppel bij Sport Vlaanderen Baloise met Kenny de Ketelen, onze koppelkoersspecialist, en Timo Willems. Tim Meliers, ex-Belgisch kampioen, zit erbij voor Alpes in Phoenix. Joey Roskop voor Rally Cycling. Lorenzo Manzin, het is een Fransman. Zit erbij voor Total Direct Energie, ook niet van de traagste. Rasmus Tiller vertegenwoordigt Uno X. Hij is dan blijkbaar de enige voor zijn team. Jan-Willem van Schip nog altijd in de spits van het gebeuren. Voor Beat Cycling Antoine Rogel voor Groupama FDG, de continentale afdeling van die ploeg. Maurice Ballerstedt voor de development formatie van Jumbo-Visma. Enzo Leijnse voor de development formatie van DSM. En Jarno Mobach voor Leopard. Dat zouden ze moeten zijn volgens Radio Tour. Kijk naar de voorsprong, die blijft om en bij die minuut schommelen. En we zijn op goed 40 kilometer van de streep. Je krijgt nu toch meer het idee dat de peloton zinnes is om die kloof proberen te dichten. Wie rijdt daar dan, hè? Mannen van Van der Poel. Waren net op kop aan het sleuren. Ja, dat peloton, als je kijkt naar de vorm, dan zie je dat daar gang wordt gemaakt. Het was vooral Ricard die zijn ding aan het doen was. Het is 2 maart vandaag en de verjaardag van Jasper Philips. Hij wordt 23 vandaag. Hij deelt die verjaardag met Gorbachev, die 90 wordt vandaag. En mijn vader verjaart ook, maar goed. Dat geheel terzijde. 78 pa, proficiat, goed. Mag er wel even tussendoor nemen, kan. Op je verjaardag, het is niet iedereen gegeven. Nee, dat klopt. En het is toch een parcours dat hem ligt. Hij was hier normaal nooit voorzien. Maar door de perikelen van Alpes in Phoenix in de UAE Tour heeft hij dan toch de omloop gereden. Ja, de voorsprong begint toch wat te slinken. 45 seconden. En hierachteraan is het geen cadeau. Bij dat keren en draaien, vooral dit gedeelte van de omloop, komt het bochtenwerk heel snel na elkaar. Kasseien die zich ook aanmelden. So high, baby, don't
Van der Poel in de reactie gegaan. Mathieu Van der Poel heeft gedacht, ik ga nog eens trainen en we gaan dat peloton eens uit elkaar ranselen hier op de stenen. Hoppakee, even veldrijden op het gras. Mathieu Van der Poel ontbindt zijn duivels in het peloton en probeert in één ruk naar die kopgroep toe te rijden. Dat is tenminste het gevoel dat je nu hier krijgt in deze fase van Le Samen. Mathieu Van der Poel op zijn Kuurne Brussel-Kuurnes ontbindt alle duivels opnieuw. Dit is wel het deel van de omloop waar je het moet gaan doen. Zoals ik net zei, keren, draaien. Je kan met je snel... stand voor Van der Poel en ja, de boel wordt hier een beetje lam gelegd, is het juiste woord niet. Van Marken wil wel koersen. Niet toevallig dat hij daar straks helemaal achteraan is ging polsen om iedereen mee te krijgen. En Merlier ook zelf aan de bak. Ja, moet hij nu niet doen? Eigenlijk niet. Hodge. Het was Hodge die daar probeerde in het wiel van Van der Poel te blijven. Die rug nummer 13. Kijk naar die voorsprong. 30 seconden nog. Waarschijnlijk op Van der Poel. En één man van de Koning Quickstep.
bijgekomen. Dat is Degenkolb. Ja. Degenkolb mee. En Hodge, die heeft de rol moeten lossen. Die heeft hij niet kunnen volgen. Er zit er nog eentje van Arkea Samsic bij. En dat is Amory Kapjot. Ja, knap werk van de Limburger. Met z'n drieën dus in de tegenaanval. Degenkolb, Van der Poel en Kapjot. Dit is een lastige strook. Blijft constant wat oplopen. Verte zou je in principe die kopgroep moeten zien rijden. Kijken naar de voorsprong. Is niet groot. Niet groot, nee. Deze was hier. Het was een gewaagde sprong. De kloof was nog enorm groot op dat moment. Je kan je afvragen of je niet ietsje langer had moeten wachten. Maar het was wel onverwacht. En de kopgroep weten ze dat ongetwijfeld nu. Cavendish blijft mee ronddraaien. Hier dan de gebroeders van Poppel. Het is Boy aan de leiding. Danny in tweede positie. De man van Cofidis moet er naartoe. Cavendish. Constant andere renners aanmoedigen. Ducaire is de man van Cofidis die daar in de buurt van de broertjes van Poppel reed. Hier zitten we in het zog van de kopgroep. Bij Bert van Lerbergen. Bij Kobe Goossens. 24 seconden nog. Ja, op deze manier gaat het snel. De aanval van Van der Poel heeft de voorsprong gehalveerd. Hij blijft maar doorrijden nu, hè, met dat peloton in zijn spoor. Ja, dan kan je je toch gaan afvragen waarom je andere renners van je ploeg niet op kop zet. Om dan ietsje later zelf proberen van die wedstrijd naar je hand te zetten. Daar de kopgroep, links. En nu zwenken we naar het peloton. Of wat er van overblijft is eigenlijk een gehalveerd peloton minstens. Het is ook geen compact peloton meer. Het zijn de sterksten die nog overleven na die zweepslag. Van der Poel Degenkolb gaat daar ook meewerken nu. Dit ruikt naar een hergroepering. Deze koersfase. Je ziet Van Lerbergen ook al achterom kijken. Mark Cavendish. 30 toeretappes gewonnen in zijn carrière. Ja, ik ben benieuwd wie er achteraan met Mathieu van der Poel het werk op zich wil nemen. 20 seconden staat er nu in beeld. Hier zien we ze in één beeld genomen. Het peloton echt op een lint getrokken nu vooraan. Kijk. Ja, dat is ook weer een ferme groep die gaat komen aansluiten. Dit is het einde van de lange rechte strook. En we krijgen nu opnieuw weer wat meer bochtenwerk. Kasseia komen er opnieuw aan. Ja, de Nonet is de volgende. De Corps des Nonet. Dus we hebben er nog 2 in deze ronde. En dan nog 5 in de slotronde. Dat betekent in totaal nog 7 stroken. Dat was ongeveer op 43 kilometer van het einde. De tegenprik van Mathieu van der Poel. Ja. Een collega van KNAK, Jonas Kreteur, is eens in de statistieken gedoken. En is eens gaan kijken met welke solo's of acties Van der Poel de jongste jaren wedstrijden naar zijn hand wist te zetten. En dat was een interessant lijstje geworden. 2 jaar geleden pakte Mathieu voor de eerste keer uit in de Grote Prijs van Denain in 2019. En zette zijn actie in op 40 kilometer van het einde. Datzelfde jaar in Dwars door Vlaanderen op 63 kilometer van de streep. Winst voor Van der Poel in Waregem. De Amstel Gold Race 2019, waar hij te vroeg in de aanval trok, volgens velen, op 43 kilometer van het einde. We weten allemaal hoe het geëindigd is. Winst Mathieu van der Poel in de Amstel 19. Kijk, daar is hij.
Dan gaat het gewoon weer dichtknallen. Als je nu die laatste 10 kilometer bekijkt... Wel veel steun gekregen nu van andere ploegen toch ook, hè? Toch wel een, ja, een toch. Zekere steun. Kijk, Hodge zit daar nu wel in de buurt. Maar het is vooral Mathieu van der Poel. De Steimle, denk ik. Die er de beuk heeft ingegooid. Kijk, hij rijdt gewoon zelf die kloof dicht. Andere renners hebben gewoon moeite om het wiel te houden. Hij is in orde. En het Nederlands kampioenschap vorig jaar. Een actie over 40 kilometer. Van der Poel, Nederlands kampioen. De Big Bang Tour, dat was ook zo'n... fameuze strooptocht die hij won. De slotrit richting Heerasbergen. Een strooptocht over 73 kilometer. En dan zondag was er nog Kuurne-Brussel-Kuurne. 88 kilometer in het offensief. Maar dat resulteerde in een 12e plaats. Al die andere ondernemingen bracht hij tot een goed einde. Ja. Om dan, als ik mij het verhaal van vorig jaar in Heerasbergen nog herinner, om dan de dag nadien, na die solo, gewoon Luik Bastenaken Luik mee te doen. En daar uiteindelijk nog behoorlijk goed voor de dag te komen. Ja. De groep van der Poel bestaat uit 30 renners. En dan zouden we naar een pelotonnetje gaan van een renner of 50. Er zaten er dik 20 in de kopgroep. Merlier die nu in de aanval gaat. Terwijl achteraan Mathieu van der Poel de kloof is aan het dichten. Ja, in de podcast van Radio 1, De Tribune... was de ploegleider, teammanager van Mathieu van der Poel gisteren te gast, Christophe Roodhoofd. Die was niet echt heel blij met de vroege aanval van Mathieu in Kuurne, Brussel-Kuurne. De afspraak was eigenlijk dat Van der Poel het zou doen op de Oude Quaremond, 20 kilometer verder op het parcours. Maar blijkbaar, al dus Roodhoofd, kriebelde het al op de lastige Canarieberg. Ja, soms is het ook gewoon echt een ingeving van het moment. Als het kriebelt... Dan moet je sporten. Of demareren. Wie krijgen we nu weer? Van Marken. Nou ja, heel bedrijvig ook vandaag. Van Marken en Kampenaerts. Twee man in de aanval nu. Ja, op deze manier wordt het een heel attractieve Samen. De wind heeft daar ook vrij spel op veel van die stroken. Op die lokale ronde van 26 kilometer zit er eigenlijk maar één strook waar je wat zalig asfalt hebt. Ja, dit is die strook. Je ziet in de verte, zie je de kopgroep rijden. Nou, Van der Poel als eerste teruggekeerd, maar de rest van dat peloton nog niet komen aansluiten. Of zit Van der Poel daar nog achter? Het is heel moeilijk in tegenlicht. Ik denk dat hij daar nog achter zit zelfs. Dit is in principe nog altijd... de kopgroep van daarnet. Ja, dat is nog niet komen aansluiten. Er zijn nu weer andere renners die daar proberen. Kijk, geweldige versnelling weer voorin. Ze rijden zo snel dat de motoren er niet eens tussen kunnen. Nu rijden ze opnieuw naar die laatste strook. De Chaussée Bellevue. Ja. Kampenaerts ook echt wel heel gemotiveerd om er vandaag iets moois van te maken. Constant mee in de vuurlinie. Mooi. Twee Belgen. Hier Mathieu met tegenkolop. En welk groepje zitten die dan al? Even de benen losschudden. Ja, dat mag wel. Na die inspanning. Het zit toch in die kopgroep. Ja. Renaat. Ja. Hij heeft de sprong gemaakt. Ja, de mannen van de Koenig nu in het verweer. En daar in de verte rijden dan Van Marken en Kampenaerts. Ja, de Samen ontgoochelt zelden of nooit qua wedstrijdverloop. En voor één keer in zo'n overgrote omstandigheden. Het is de Waalse Primavera. Maar dan over rotstenen bij momenten. Ja, benieuwd of hier nu... iemand vanuit dat peloton toch ook nog de aansluiting gaat komen maken op een iets zuinigere manier dan Mathieu dat heeft gedaan. Want dat zou in de finale wel het verschil kunnen maken. Ik denk dat die twee groepen in principe nog samenlopen. Ja. We zitten nog op 30 kilometer van de streep. Nou, je krijgt dadelijk nog wel de kans nog één kasseistrook te gaan richting de finish om dan toch weer even te herzetten richting de echte finale. Hier komen we weer in dat bochtenwerk.
Ja, Degenkolb toch de enige man, misschien nog eentje meer, die de sprong heeft meegemaakt met Mathieu. Dacht ze een Schal ook gezien te hebben. Ja, op deze manier moeilijk uit te maken wie nu waar zit. Ja, dat was de achtervolgende groep op Van Marken. Hier, daar zit Merlier, die daar redelijk veel werk doet. Dit is de achtervolgende groep op de twee man vooraan. Die andere groep is vlakbij. Ja. De groepering zit eraan te komen in de achtervolging. Steken de grote baan over. Op de twee leiders die nu op de Chaussée Bellevue zitten. 650 meter rotstenen, maar ze liggen droog daar. En wel stofreten natuurlijk. Ja, en hier voelt Van Marken zich in zijn sas. Dit kan hij als de beste. Ja, als hij dit vormpeil nog wat omhoog kan krikken, dan belooft dat alleen maar voor Parijs-Roubaix. Hij koerst ook beduidend meer nu in dit team dan de afgelopen jaren. En ik denk dat dat hem echt goed gaat doen. De werelduurrecordhouder proeft en smaakt de kasseien. En dan is het een ploegmakker van Van der Poel nog Merlier. Altijd. Merlier. Merlier. Die daar het gaatje dicht in eerste instantie. De man van Intermarché was Danny van Poppel. En Drucker is de man van Cofidis. En hier krijgen we dan Van Moer. En Cavendish sluipt heel goed mee. Dupont had daar nog een ploegmakker bij zich. Tim de Klerk zit ook mee vooraan. Stijmelen zit daar ook vooraan. Van de Koning Quickstep. Rug nummer 16. De Duitser. De Duitser die in de Vuelta geklopt werd door Jasper Philipsen toen hij zijn etappe won. Nu is iedereen terug. Kijk maar. Samensmelting achteraan. Ja, we hebben hier nu nog 6 man met die kleine voorsprong. Op minder dan 3 kilometer van de volgende passage. Van Marken denkt, kom, we gaan nog eens doorrijden. Van Marken, Danny van Poppel, Tim Merlier, Kampenaerts. En de man van Cofidis. En dan komt er nog wat versterking. Ronddraaien, zegt Sepp. De beuk erin. De auto's moeten aan de kant. Het zal allemaal te herdoen zijn. Drucker is de man van Cofidis uiteraard. En er zit er ook nog eentje bij van Uno X. Is dat opnieuw Rasmus Tiller? Het zou kunnen. Drucker, de Luxemburger, links. Een Kampenaerts aan de leiding. Cavendish die denkt aanval is de beste verdediging. Die kan maar beter in de kopgroep zitten als er straks nog een heel explosieve sprong komt van de een of de andere kopman. Daar ben ik misschien wel mee. We zijn op minder dan 30 kilometer van de streep. En dat betekent dat vanaf nu de toeschouwers, en dat zijn dan in dit geval de tv-kijkers, kunnen beslissen wie de prijs van de strijdlust van de dag wint. En die wordt hier bekroond als Hero of the Day. De jury gaat 3 renners selecteren. En dan kan het publiek stemmen tussen kilometerpaal 30 en 10 voor de finish wie die prijs verdient. Dus wel even wachten natuurlijk wie die 3 zijn, dat weten we nog niet. Maar dat zou op de website staan van de organisatie van de Bingo Cycling Cup natuurlijk. En dan moet u verder zoeken. Het is in elk geval een apart initiatief. Niet evident. Maar u heeft 20 kilometer de tijd. Bestudeer die laatste kilometers nog eens heel goed, want dit is waar het straks allemaal om te doen is. Nou, het kan hem in detail zitten. Hè? Vlak is het zeker niet. Na de kasseistrook richting laatste kilometer loopt het behoorlijk op. Dat is de sleutel eigenlijk voor die finish hier. Dat oplopende aspect. De man van Uno X was inderdaad Rasmus Tiller. Maar je ziet wat er gebeurt. We krijgen een ruimere groep. Peloton van een man of 50.
Daarmee trekken we de laatste ronde zo meteen in. Dries de Bond zit er ook bij, de Belgische kampioen. Ja, de Bond die wel houdt van circuitkoersen, noemt zichzelf een echte kampioenschapsrenner. Nu hebben we hier vandaag maar 4 rondjes, maar rondjes zijn rondjes, zeg ik dan. Ik denk dat we zo stilaan afstevenen op een moment waar het echt nog eens kan. Dat is het moment wat Mathieu van der Poel ook daarnet... Onder de vod krijgen we opnieuw Campenaerts. Hij weet van geen ophouden. Hij is verliefd op de kasseien. Al is dit natuurlijk nu gewoon beton. Kilometer 16, Renaat. Het is asfalt wordt, zelfs. Wordt weer een cruciaal moment. Nog een goede 10 kilometer te gaan. Dan krijgen we de kasseistrook waar Mathieu daar straks de tegenaanval plaatste. Je bedoelt die opeenvolging van de Roquette en de Chemin de Vigerie? Ja. Ik denk dat dat een goed moment is, omdat je nadien ook echt de oplopende strook krijgt waar je het verschil kan maken. En anders vrees ik dat we afstevenen op een pelotonspurt. Een groepsprint, hè. Echte massaspurten kan je dat niet noemen met van die groepen. Eén man alleen aan het commando. Victor Campenaerts, de werelduurrecordhouder. Met het van schipstuurtje. Een rondje nog. Rondje 26-6. Maar wat voor rondje? 5 kasseistroken, waarvan er 4 echt rot bij liggen. Of toch minder aangenaam. Er zit er zelfs eentje bij die je in Parijs-Roubaix gerustig 4... misschien zelfs 5 sterren kan geven. Ja, ze is niet super lang. Dat is het enige verschil. Parijs-Roubaix zijn ze dan net dat tikkeltje langer. En nu toch wel wat meer controle bij de Koning Quickstep. Ja, Steels en Steimle daar aan het werk. Met dan verderop Van Lerbergen en Senechal, rug nummer 14. En Cavendish als laatste van de blauwe trein. En de Klerk zat ook nog wat verderop. Dus ook Grand Complet. De mannen van Patrick Lefevre hier vandaag in de ploegauto. Geleid door Rick van Slijken. Oh, maar Cavendish heeft natuurlijk wel in die kopgroep gezeten. Maar behoorlijk wat krachten kunnen sparen. Als je natuurlijk met 4, 25 man bent. Dan is het geen nadeel. Om daar vooraan gezeten te hebben. De voorsprong van Campenaerts. Ja, groeit een klein beetje. Ja. Ik ga hem toch niet te veel ruimte geven. Die kan een uur alleen fietsen, zonder probleem. De vraag is alleen vandaag in deze omstandigheden hoe rap. Want het is mooi om te zien de manier waarop hij zijn eerste kasseikoersen afwerkt, Victor Campenaerts. De gretigheid waarmee hij zich gooit op dit soort parcoursen. Doet eigenlijk bijna vermoeden dat op een blauwe maandag hij ooit zo'n koers gaat winnen. Je zou het hopen voor hem. Moet het wel van een solo hebben. In een sprint met 2 wordt het een moeilijk verhaal. Explosiviteit is net dat tikkeltje minder. 14 seconden. De voorsprong van Victor Campenaerts. Het peloton heeft natuurlijk alles onder controle. Toch de mannen van de Koning Quickstep. Ja, je zou bijna zeggen, dan is te wachten op een nieuwe aanval van de man daar in de driekleur, de Nederlandse driekleur. Zit daar wat verderop, achter de donkerblauwe trein, achter de wolvenroedel. De Belgisch kampioen heeft zich vandaag nog niet echt heel veel getoond. Blijft behoorlijk achteraan in deze groep. Mee peddelen. Benieuwd of hij nog een rol kan spelen hier, Dries de Bond. Misschien in de aanloop. Ofwel voor Mathieu van der Poel of voor Tim Merlier. Philipsen er ook nog bij. We zagen ook Stan de Wulf. We zien daar Gijs van Hoeken ook zitten. Orange Dessert, Citroën. Stan de Wulf daar wat verderop, rug nummer 41. De tweede in de Port Epic vorig jaar. En hier de inspanning van de werelduurrecordhouder. Aerodynamica opzoeken. Zo weinig mogelijk wind vangen.
Ja, dat kan hij uiteraard als de beste in het peloton. Maar voor een Samin hebben we in deze fase van de koers daar eigenlijk nog vrij veel volk bij in zitten in dat peloton. Ja, we hebben dat al klopt. Andere koersen gezien in het verleden hier met veel meer verbrokkeling. Een aanval of een tegenaanval van iemand van Wallonie. Bingo. Robeet. Ja. Ludovic Robeet. De lange Ludovic Robeet. En zo gaan we snel naar de laatste 20 kilometer. Ja, dat beeld van daarnet. We zagen wel degelijk 6 de Koenig Quicksteppers en dan Mark Cavendish. Zou het, Sven? Het zou zomaar eens kunnen. Alles hangt natuurlijk af, denk ik, van een... Dat is een uitspraak van José, hè? Ja, alles hangt af, denk ik, van Seneschal. En misschien ook nog van de andere pionnen in het peloton, hè? Want om nu zomaar meteen op een sprint te speculeren... We hebben nog 5 stroken, hè, waar nog van alles kan gebeuren. Ja, er gaat zeker nog wel wat gebeuren. Maar ik zie toch een Cavendish een heel goede doen... En die strook, na de voorlaatste kasseistrook, zorgt er wel voor dat er mogelijkheden zijn om terug te komen als er geformeerd wordt. Als er nu één ploeg is die in staat is om daar een kloof te dichten, dan is het wel de Koenig Quickstep. Maar wat gaat Seneschal zelf doen? Gaat hij mee in de aanval? Dit is waarschijnlijk toch de pion waar ze allemaal naar uitkijken. Kampenaerts met de kleine voorsprong op Robeet. Robeet met het kleine kloofje op het peloton. Nog 5 stroken als u nu pas inschakelt. We zijn op weg naar de Rue du Vert-Pignon. Die zit er zo meteen aan te komen. Dan hebben we verderop in de slotronde hier nog de Côte de la Roquette. De Chemin de Wierie. Rotstrookje met echt scheve en schots en scheve... Stenen, korte strook weliswaar. De Côte des Nonnettes gaat bergop. En dan hebben we om af te ronden de Chaussée Bellevue. Op iets meer dan 3 kilometer van de streep eindigt die. Dat is wat rest in deze Samin 52e editie. De koers bestaat dit jaar exact 53 jaar. Allereerste winnaar destijds van de wedstrijd toen nog genaamd Grand Prix Fay-le-Franc. Dat was José Samin. De renner die helaas 1 jaar later verongelukte in het shirtje van Bic toen hij ploegmakker was bij Anquetil en Jan Jansen. Het gebeurde op een criterium in Zingham waar hij nooit had moeten starten. Werd last minute opgeroepen in de plaats van Raymond Poulidor. Botste tegen een onvoorzichtige toeschouwer. Schedelbreuk richting ziekenhuis Gent. Een paar dagen in coma en dan gestorven op 30 augustus 1969. En zo is deze wedstrijd aan zijn naam gekomen. Le Samin, genoemd naar de Franse Belg. José Samin, Franse pa, Maurice, Belgische ma. Geboren in Quiévrain, Belgisch grondgebied, hier vlakbij de grens met Frankrijk. 1968, het jaar waarin Samin de grote prijs Fay-le-Franc won. In 70 hebben ze dan deze koers omgedoopt tot Le Samin. 1 jaartje na het tragische ongeval... van de jonge José. Was maar 23 jaar. Tragisch verhaal. Won een etappe in de Tour van 67. Toen hij de jongste deelnemer was, won toen in Digne in een truitje van Pelfort. En dat het een talent was, José Samin, dat bewijzen zijn andere uitslagen. Etappe in Parijs-Nice, 2e in de Waalse Pijl. 68, dat was de laatste klassieke winst van Rick van Looy. Hij won ooit ook de Tour de l'Oise voor Willy Plankaert. Dat betekent dat hij snel was. Hij werd 3e in Parijs-Tour in 67. Weer na Van Looy en Barry Hoban, die toen 2e werd.
Dit is ook zo'n type wedstrijd waar je nieuwe namen kan ontdekken. Jonge renners die opstaan om dan in de spurt hun snelle benen te tonen. Een van die namen vorig jaar is bijvoorbeeld David Dekker, die hier derde werd en ondertussen furoren heeft gemaakt in de UAE Tour. Ja, werd hij een derde hier in het shirt van Zeg. Ja. Hij rijdt nu intussen voor de World Tour formatie van Jumbo-Visma. Victor Kampenaerts, die in het Nieuwsblad in een interview ook nog zei dat hij als een reactie op de selectie van Evenepoel en van Aertsen gevraagd werd. Hij heeft even met de idee gespeeld om Namibië te worden, zodat hij wel zou kunnen deelnemen aan het WK en de Olympische Spelen. Maar dat is natuurlijk een belachelijk idee, voegde hij er snel aan toe. Vanwaar Namibië? Wel, is daar al een paar keer op trainingsstage, op oefenkamp geweest. Heeft daar ook de basis gelegd voor zijn werelduurrecord op grote hoogte in Aguas Calientes. En ik denk dat hij hier ook nu een beetje in zuurstoftekort zit. Flirt daar ook met de strook in het midden van de weg, waar al te weinig bitumineuze voegvullingsmassa is. En we zitten in de laatste 20 kilometer. Ja, dit is echt controle nu. Met Cavendish in een zetel momenteel, nog altijd. Ja, dit beeld doet vermoeden dat ze hier gewoon Cavendish gaan uitspelen. Dat is een mooi beeld. Het is lang geleden dat we dat nog hebben gezien. Zei Tim de Klerk in een recent interview ook. Ik zie Cavendish zeker nog een koers winnen. Dit jaar. Toch benieuwd wat er binnen dit en een paar kilometer gaat gebeuren. Er zijn er een aantal die hun cartouche aan het laden zijn, denk ik. Om toch te proberen van die massaspurt te ontlopen. Groepspurt. Excuseer, Naad. Ja, kijk. Spurt met een massa. Ja. Maar nog de omloop, nog Kuurne zijn in massaspurten geëindigd. Dat is waar. Twintig seconden voor Kampenaerts. Ja, die heeft maar één doel meer. Dat is gas geven en zo lang mogelijk uit de greep van dit peloton blijven. Geen weg meer terug. De verzuring loopt op. Ja, het is een bewonderenswaardige inspanning, maar we weten allemaal dat ze gaat stranden. Maar op een dag komt dit goed. In zo'n semi-klassieker. Dat gevoel krijg je. Het is alleen een kwestie van de juiste omstandigheden te vinden. Sowieso geweldige inspanning van Victor Kampenaerts. Robeet is teruggewaaid en Kampenaerts blijft alleen over. Alleen tegen de wolvenroedel. Ja, niemand echt de intentie nu om iets te doen. De weden zijn nog breed. Tempo zit in het peloton. Het is afwachten. Ja, rustig controleren op deze manier. De man hier achteraan, rug nummer 41, Stan de Wulf, kan in deze wedstrijd zijn eigen kans gaan. Geen Greg van Avermaat vandaag, geen Oliver Naasen. Oliver Naasen die in Parijs-Nice start komende zondag. Van Avermaat die voor de combinatie Strade Bianche en Tirreno kiest in de aanloop naar Sanremo. In deze groep. Hij blijft maar geven. Hij
ja, de volgende twee kasseistroken die kort na elkaar volgen. De Côte de la Roquette en de Chemin de Vieri. Respectievelijk een 2- en een 3-sterrenstrook. Dan gaat het daar nog lastiger krijgen. Deze open vlakte, om alleen dit voor je rekening te moeten nemen, niet alleen fysiek, maar ook mentaal heel zwaar. Sénéchal zei voor de koers, ja, we kunnen aanvallen, maar we kunnen altijd op onze sprint speculeren met Cavendish en Hodge. We kunnen daar een fantastische trein op zetten met al dit snel geweld bij de Koenig Quickstep. Je hebt daar niet alleen Cavendish en Hodge, maar ook Sénéchal zelf en Steimle. Dat zijn eigenlijk alle vier jongens die in theorie kunnen afronden. Nu van Cavendish. Na zijn vuur. Ja, moet opnieuw bevestigen dat die snelle benen nog daar zijn. Klinkt vreemd natuurlijk na al wat hij gewonnen heeft in zijn carrière. Het is wel zo. We weten allemaal hoe hij aan zijn contract is gekomen. Door veel emotie. Door de liefde voor elkaar eigenlijk. Cavendish. Wederzijds groot respect en het gevriemel is begonnen. Ja, we zijn bijna aan de strook van de waarheid. De strook waar iedereen naar uitkijkt nu. Wat gaat daar gebeuren? Je moet ook eerst nog die strook doorkomen natuurlijk, hè. Cavendish zijnde. Maar hij zit daar behoorlijk goed gepositioneerd voorin. Hij heeft daar nog drie man voor hem. Dalende lijn, maar het keren en draaien begint nu. Ja, onze koploper op de kasseien van de Côte de la Roquette. Op de hielen gezeten nu. Dozijn seconden achterstand voor wat rest van het peloton. En nu wordt het een moeilijk verhaal voor Kampenaert. Hij heeft hier nog het voordeel van de dalende kasseistrook. Maar het hobbelt wel. En Van der Poel liep mee met drie andere renners. Dit is Van Marken. Heeft zich eerder getoond en besluit dat het nu welletjes is geweest. Lekker pand, denk ik. Vooraan. Ja, dat is jammer. Slecht moment natuurlijk. En de koers. Dus het is geen kwestie van er de brui aan geven. Het is de fiets die het laat afweten. Of toch dat bandje. Dat is wel jammer, want het was een heel goede doen. Ja, ja. Betekenis kunnen spelen, zonder twijfel. Toch alles wat meer op een lint. Aan
de Côte aan de Rude. Ja, dit is de slechte kasseistrook met de gevaarlijke bochten in hier. Op deze manier krijg je het gevoel dat hij er vooral het tempo wil uithalen. Wat hij ook doet. Dan hebben we nog twee stroken. Ja, de Côte des Nonnettes en de Chaussée Bellevue. Het kamp Hilaire van der Schuren roert zich. De kampenaars die nog eens meegaat. Het is de Klerk die probeert van... alles bij elkaar te houden. Het peloton is in minstens twee stukken. Ja, gebarsten, drie zelfs. Timmerlier is mee nu. En ik denk ook Degenkolb als laatste man in dit groepje. Hier achteraan. Ja, de Klerk. Een lastige strook. Dit blijft zo constant wat oplopen. Dit is wel een moment waar je een aanval kan opzetten. Nou, beton dat niet. Kijk. Bolt en de Bond. De Bond, oei, en die fiets, dat achterwiel, maakte daar een vreemde beweging. Nou, dat is een behoorlijke versnelling. Is dat dan Kampenaerts opnieuw? Ja. Goh. Ja, Victor. De Bond.
en Kampenaerts. Richting de volgende kasseistroken. Ja, het vat was nog niet af bij de werelduurrecordhouder. Hij sprong behoorlijk snel op het wiel. En die aanval was toch redelijk stevig. Van der Poel kijkt daar nu om. Hij gaat natuurlijk afstoppen in functie van de bond. Ja, de bond die kan afwerken. Ja, nu staan de mannen van de Koning Quickstep om terug de boel bij elkaar te brengen. Ja, de bond heeft zijn moment gekozen. Lang achteraan in dat groepje zich verscholen gehouden om dan ene keer heel hard uit te halen en zijn kans te grijpen. Nou, Kampenaerts. Straks is het vandaag nog die blauwe maandag. De reactie komt uit het kamp van Intermarché. Seneschal heeft duidelijk het wiel van Van der Poel gekozen. Ja, Medegent, we hebben hem nog niet genoemd, maar noblesse oblige, werd al twee keer tweede in deze wedstrijd. Deze koers ligt hem als gegoten. Vorig jaar nog goed voor de tweede plaats. Nou, de voorbije twee jaar eigenlijk telkens naar die Franse winnaars. En Medegent, dit is zijn koers. Het is nu vooral de Koning Quickstep dat gaat reageren met El Tractor. Tim de Klerk. Tong uit de mond. Klaes in het spoor van Van der Poel. Dan krijgen we een Unox-renner. Uno-X moeten we eigenlijk zeggen. En op deze manier trekt de Klerk het peloton weer tot bij de twee Belgen. Nog één kasseistrook bergop. En een vlakke kasseistrook. Je zit al maar meer met het gevoel dat we hier straks gewoon sprinten. Ja, nu moet je een keuze gaan maken. Ga je nog een aanval plaatsen op de kasseistroken die komen met de beklimming erin? Dat zou iets voor Mathieu van der Poel kunnen zijn. Of kiest hij dan toch om te piloteren of eventueel zelf die spurt aan te gaan voor Merlier? Dat is natuurlijk de vraag. Of voor Philipsen? Kampenaerts en... De bond gegrepen, er is een nieuwe van Kubeka Assos. Is dat opnieuw Klaes? Duidelijk in goede doen. Kubeka Assos rijdt hier vandaag aantrekkelijke wedstrijd. Ja, dat is Klaes. Gino van Oudenhoven is de ploegleider met dienst daar. En Dimi geeft. En Van Marken, ja, van Marken is terug. Keert nog eens terug naar die lekke band. Op 10 kilometer van de streep. Dat is behoorlijk straf. Ze zijn zeker niet stilgevallen de afgelopen kilometers. Ik neem mijn woorden terug. De koers is voor Van Marken nog niet over. Nou, Dimitri Klaes met de kleine voorsprong nu. Le Samet. Heel mooie koers vandaag. Met snel wisselende situaties. Op naar de voorlaatste strook van de dag. Hier zijn we er dan. Is het Klaes? Ik begin te twijfelen. Koetsradio had het op Klaes. Is het Dlamini? Dat is zo'n lange slungel van Kubeka Assos. Klaes heeft 62, Dlamini 63. Nou, dat is inderdaad niet Klaes. Daar komt er eentje van Balwaze, Sport Vlaanderen. Het lijkt me Dlamini te zijn, de Italiaan. En Van Marken nu al onmiddellijk opnieuw op kop van dit achtervolgende groepje. Nou, waar zit Cavendish? Zit hij nog in dat groepje? Dat is wel nodig natuurlijk. En het groepje is wel behoorlijk klein geworden. Het is kleiner geworden en ik zie niet meer zoveel volk. Cavendish is niet mee. Nee. Renaat. Dan gaan ze het moeten doen met de andere pionnen. Hier achteraan links denk ik dat ik hem zie zitten. Kaf? Ja. Bij Dries de Bond. Wisniewski zou de man zijn. En het is Wisniewski hier. Voilà. Onze Pol. Lucas Wisniewski.
rest ons nog één kasseistrook. Ja, maar je zit met het gevoel dat het daar dan ook niet gaat gebeuren. Maar goed, 650 meter stenen. Als je eraf komt, is het nog 3 kilometer die oplopen. Als je daar sterk bent. Milan Menten is de man van Bingo Wallonie-Bruxelles. En de man van Sport Vlaanderen-Baloise is Cédric Beuluts. Ja, dat is eigenlijk een beetje een vooruitgeschoven pion bij Sport Vlaanderen-Baloise. De ploeg vandaag geleid hier door Hans de Klerk. En hier de inspanning van Wisniewski. Reed in het verleden voor de ploeg van Patrick Lefevre. Ook bij Sky gereden. Bij Brailsford. En hier Kampenaert. Betaalt nu toch een tol voor de eerdere inspanning? Nee, het is gewoon pech. Materiaalpech. Dit is Barbero. Ja. Het is Barbero. Excuseer. Barbero met pech. We zien overal Kampenaert. Hij was ook overal. Ja. Dit is het, het stuk waar de wind vrij spel heeft. Het moeilijke stuk om echt nog weg te raken als je hier echt als ploeg de boel in gang trekt. Dan ga je nog heel veel controle kunnen bewaren. Wisniewski nog altijd met de kleine voorsprong. En er wordt toch wel wat geaarzeld hier nu achteraan. Kijk. Dit is Tim de Klerk. Die toch probeert van de snelheid erin te houden. Van der Poel in derde positie. Ja, die zit klaar om iets te doen op die laatste kasseistrook. Is dat Grignard die er op kop rijdt? Of Kobegoses, van de twee. Kobegoses, ja. Enfin, geen kaderplaatje. Ja, het gaat hier serieus bergaf. Ja. Ondankbaar voor de mannen die hier op kop rijden. Het is nu één spurt richting de laatste kasseistrook. Nou, Wisniewski. Nog altijd met een mooie voorsprong. En het is een noor in de achtervolging. Hij ziet er wat onscherp uit. Maar we gaan toch inzoomen en dan herkennen we 155. Marcus Hulgaard. Ook al actief in Kuurne-Brussel-Kuurne afgelopen zondag. Ja, die ploeg rijdt goed. Ze hadden daar met Hiedeberg man in de vroege vlucht. Die dan ook in die ontsnapping zat met Van der Poel. Hiedeberg zit ook in deze groep. Hij rijdt ook Montsrey komende zondag. Die wedstrijd dus live te volgen bij Sportza. Net als de Strade op zaterdag. Cavendish, kijk. Vierde, vijfde positie. Ja, ja. Goed mee vooraan. Voluit de kaart Cavendish. Ja. Dat is de beslissing. Cavendish, Degenkolb, Van der Poel, Philipsen, Merlier. Het moet een ongelooflijk gevoel zijn voor Mark Cavendish om in deze situatie nu in deze wedstrijd te zitten. Zijn laatste zege dateert van 8 februari 2018. Dat was een etappe in de Dubai Tour toen hij in de sprint Nasser Bouhanni en Marcel Kittel te snel af was. 3 jaar geleden. Het is bijna 37 maanden geleden. Ja, het is er op zich wel de koers voor om dat zeker eens te proberen en het vertrouwen te geven aan Mark Cavendish. Van der Poel die nu zelf op kop rijdt in functie van... Ja, Verlier moet dat dan zijn, of Philipsen. Daar hebben ze ook nog keuze. De Bond. En Van Lerbergen doet zijn duit in het zakje. De Bond ook mee in het rijtje.
Daar zit Dupont, rug nummer 71. Merlier zit daar, Philips is ziek, nog niet direct zitten. Amaury Capiot kan ook min sprinten. Arkea Samsic, rug nummer 101, in het rood daar. De Bond, ja, snijdt daar een hoekje af. De grote baan op om dan nog één keer rechtsaf te draaien voor 500 meter slechte kasseien. En dan zie je Wisnowski op kop naar die kasseien knallen. Maar kijk naar die voorsprong. Als sneeuw voor de zon. Dat uitgedunde peloton heeft dat perfect onder controle. Laatste kasseistrook van de dag. De Chaussée Bellevue, 650 meter stenen. Als ze eraf komen, is het nog 3 kilometer. Er wordt wat versneld met Sénéchal, denk ik, en Van der Poel. Er valt een kloofje. Ja, Sénéchal en Van der Poel. Ze zijn al voorbij Wisniewski. De winnaar van 2 jaar geleden heeft de topfavoriet in zijn spoor. Ja, dit is wel een goed moment. Als je hier dadelijk rechts afdraait, heb je toch nog wel wat hoogtemeters te overwinnen. Het is geen echte klim, maar het is wel stevig. Echt wel lastig. Ja, dat is een kleine voorsprong waarmee ze de stenen afkomen. Lijkt me onvoldoende. Het is voorbij. Alle 20 kasseistroken zijn achter de rug. We hebben nog wat asfalt en wat beton. En een oplopende finishstrook in de laatste 3 kilometer. Dat is toch een cruciaal moment. Het is geen volledige groep die er nog naartoe rijdt. Hier en daar een enkeling die de sprong wacht. Sénéchal blijft geven. Kijkt niet achterom. Hij heeft nogthans een probleem in zijn wiel zitten. Ah, die gaat ook overnemen. Of nee, toch niet. Van der Poel rijdt volledig in functie van Merlier dan of Philipsen. Minder dan 3 kilometer nog. Wie zijn de 3 mannen daarachteraan? Hij neemt nu toch over. Van Marken. Van Marken. Na die lekke band. Het zou wat zijn. Ah, in goede doen. Hij zal moeten demareren met al dat snel volk daar. Nog eentje van Wanty-groep Gobert en eentje van Kubeka. Wisniewski nog altijd erbij, denk ik. Ja. En wie is de man van Intermarché dan? Dat is de laatste pion. Met zijn 5 nu. Van der Poel kijkend. Moet ik doorrijden? Dat is Danny van Poppel, denk ik. Nu ook even communiceren. Waar zit Tim Merlier? Sénéchal die wil gewoon echt de koers volledig openbreken nu. Laatste hellende stroken. Nou, ik twijfel. Peloton is opkomst. Het kan ook Pasqual om zijn. Het is toch Franny van Poppen. Jawel, nu zien we het. Kleine voorsprong voor dit select groepje. Sénéchal, Van der Poel die achterom kijkt. Nog altijd niet overtuigd van de zaak. Van der Poel is eigenlijk hier nu de man die de boel een klein beetje lam legt. Hij speelt modelploegmaat op dit moment, kijk. En Sénéchal heeft dat in de mond en gaat demareren. Dat is dan niet de kaart Cavendish of Hodge trekken. De Fransman wil zelf winnen. Het lastigste gedeelte is nu bijna achter de rug. Sénéchal speelt hoogspel op deze manier natuurlijk. Je kan ook nog uitgaan van een uitval van Van Marken. Al heeft hij in het verleden natuurlijk in sprint met een beperkt groepje ook nog Tom Boonen geklopt. En vergeten we ook niet de opening, de omloop. Hij was 3e in die groepsprint van Marken. En op deze lastige finish ook niet uitvlakken. Ja, Van der Poel wacht duidelijk op zijn ploegmaat. Voorlaatste kilometer. Is niet de man die echt mee koers maakt nu. Hij legt de boel lam. Wijst dan nog een gevaar op de weg aan. En ze zijn daar opnieuw. Het zijn 2 renners die gaan aansluiten. En het lijkt al maar meer een groepsprint te gaan worden. Daar komt de demarrage van Kubeka. Wisniewski opnieuw. Ja. En we gaan naar de slotkilometer. En we hebben terug een gegroepeerd pelotonnetje. Een groepsprint. Ja, nu moeten we rekening houden ook met Cavendish en ook met Degenkolb. Ja, Sénéchal heeft het geprobeerd. Van der Poel heeft zijn rol gespeeld als modelploegmaat. Gaat hij zelfs nog meesprinten? Of is het toch allemaal voor Merlier of Philipsen? Laatste kilometer zit er aan te komen. En Van der Poel zet zich vol op kop in dienst van. En Van Marken positioneert zich ook opnieuw weer heel goed. Kampenaert zit daar zelfs nog. Ingaan, laatste kilometer.
Waar is Cavendish nu? Tunisial in dat spoor van Van der Poel. En Merlier schuift nu ook op. Degenkolop in het wiel van Merlier. Van der Poel. Cavendish zit helemaal achteraan de groep. Dat lijkt me een onmogelijke positie om van daaruit mee te sprinten voor de overwinning. Ja. De Sénéchal gaat hier de wind in de neus kennen. Uitval Victor Campenaerts in de slotkilometer. De werelduurrecordhouder versnelt. Van der Poel belt met de volkwagen. Daar is de streep. Ja, de voorbereiding van de sprint beloopt alles behalve Merlier kosher. Maar dat is nog ver. Ja, Merlier komt er nu aan. Hij moet erop en erover. En Merlier is op het punt. Jawel, Merlier gaat hier winnen. Tim Merlier wint Le Samin. Ja, in een vreemde sprint. Ja, dan heeft Van der Poel de juiste keuze gemaakt. Pasqualon wordt ook nog tweede of derde. En de man van Unox staat dan ook mee op het podium. Unox. Fantastische keuze. Ja, Tim Merlier. Geweldig. Heel veel vertrouwen gelegd in het mandje van Tim Merlier. Mathieu van der Poel had zijn eigen kaart kunnen trekken op een bepaald moment diep in de finale. Ja, die renner van Unox kwam daar behoorlijk dicht bij de overwinning, Rasmus Tiller. Felicitaties van Capiot voor Tim Merlier, die zich op de erelijst plaatst. Misschien wel meer zuurstof gekregen. Ja, het was einde. Vooral Mathieu die daar de onruststoker was in die kopgroep. De benen stil hield. Maar het vertrouwen was daar. Kort kwam ja, mee te doen. Mathieu van der Poel zou er in die slotfase ook sprake geweest zijn van een stuurbreuk. Zo wordt nu gemeld. Sprinten voor een verre ereplaats. Ja. Met daar ook een renner van Alpes in Phoenix. Maar dan is het een renner van B&B Hotel die dat naar zich toe trekt. Of was het een Leopard? Maar voor een eerste reactie. Hier komt hij, Tim Merlier. Plusieurs cartes à jouer, dont celle de Tim. C'est réussi aujourd'hui. Oui, je pense le même ce matin. On a une bonne équipe ici. En, on a bien roulé ensemble. Et alors, je suis content. J'ai fini à la fin. Incroyable travail de l'équipe, on a vu Mathieu qui revenait, on a vu un gros travail de Debont, vous étiez partout. On aurait dit une équipe Quick-Step pratiquement qui n'a pas vraiment pu s'exprimer parce que vous étiez une grosse équipe aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup compris. L'équipe Quick-Step a eu des difficultés à faire de Wolfpack parce que vous étiez très fort en équipe. Oui, oui. On a Mathieu, on a Jasper, on a Ricard et on a dit dans le bus aujourd'hui c'est pour nous. Et je suis content, je peux gagner pour l'équipe aujourd'hui. Je suis très content. Au final, c'était comme ça que c'était prévu. Vous vous êtes dit, c'est moi qui y vais. De Bont a fait l'effort, Van der Poel a fait des efforts. Et maintenant, c'est à moi de terminer. Non, normalement, Mathieu veut encore faire quelque chose. Mais son guidon, c'était caché. Alors il a dit, je vais rouler pour toi. Allez pour le sprinter et Jasper il dit à moi il était pas bon encore et comme ça c'était à moi mais c'était un petit truc sur le dernier pavé comme ça Mathieu il est parti avec un petit groupe et il dit directement je peux pas sprinter parce que mon guidon s'est caché et j'ai encore demandé à l'équipe pour rouler mais c'était pas directement quelqu'un là et ja. Tout vient ensemble et je dis à moi, maintenant c'est à toi et je suis content, je peux faire pour l'équipe. Wat is er gebeurd? De kutte hard. Op die lange kasseistroep brak het al af eigenlijk. Ja. Daarmee kon ik eigenlijk niet eens mijn ding meer doen. Heb ik ook gelijk in het oogje gezegd dat mijn stuur kapot was en dat over die ging rijden. En dan heb ik alles gedaan wat ik kon om die groep al lang te leggen en erbij te blijven. En dan ben ik heel blij dat Tim het eraf maakt. Ja. Zelf tevreden over uw wedstrijd, Mathieu? Ja, heel tevreden. Ik was op het einde ook nog zeer goed eigenlijk, dus het was heel jammer. Maar ja. Ik had eigenlijk geen beugel meer om te sprinten, dus dat was geen nut om met die groep naar de meter te rijden. Ja, dat was duidelijk weer een van de sterkste van de koers. Dat vertrouwen even zaten daar. Ja, dat is een heel ander parcours natuurlijk wel.
Maar de vorm is wel goed. Zeker tegenover vorig jaar, toen ik naar de straat deed, trok, is het wel heel verschil. Dus heb je het gevoel, wat is nu het grote verschil? Dat je veel frisser bent. Vorige keer had je pas iets te veel getraind. Ja, vooral dat, ja. En toch nog iets misschien die crossvorm kunnen meepakken. Maar toch wel heel wat. En ze geven slecht weer. Is dat een voordeel voor jou? Nee, liever niet. Ook elke is een straat net iets technischer, denk ik, als het droog is, omdat dat maar los grind is vooral. En, ik heb liever dat droog en zonnig is. Dat is wel een enorm lastige wedstrijd, dus ja. Ik ben eigenlijk heel blij weer met het gevoel. Ik was niet zo goed als in Kuurne, maar toen ze begonnen koersen had ik altijd wel een goed gevoel. Dus ik kan tevreden naar Italië. Zeg nog eens iets over Tim. Ik zal hem ook wel druk kunnen zeggen. Ja, en ik zeg al dat hij enorm goed was vandaag. En de laatste ronde heb ik ook gezegd dat ik op alles ging springen. En dat hij gewoon op die sprint moest focussen. En ja. We rijden dan nog met een vrij gevaarlijk groepje weg naar de kassein. En dat was eigenlijk een beetje lullig dat ik daar stoor zijn en moest spelen, maar ik kon niet anders. Een beetje tegen. Ja, als mijn stuur normaal is, dan rijd ik mee natuurlijk. Dat is de kans ook dat je wint. Ja, ja.